Ik ben de naam van, de van Kuka Sport. Ik ben uw host Brian Suijs de Vandaag zijn we hier met twee hosts en één speciale gast. Ik ga de gast als laatste aankondigen, want hij gaat iets speciaals voor ons. Ik ben hier met Gilles en Beyoncé. Ben je vandaag La met. Beyoncé. Huh? La, La Beyoncé. La Beyoncé. Beyoncé, sorry, Mijn. En we zijn hier vandaag met uh, Andy Kissema. Anderles, toch. Maar, um, onze guest voor vandaag is uh, Dante van Zijr. En ik had deze week een speciaal video gezien op, uh, op Instagram. Uh, dus Andy, zou je eventjes uh, de gitaar kunnen bovenhalen alsjeblieft? Dante ja. gaat voor ons uh, een liedje afspelen. Aangezien jij uh, deze week met Thuma samen uh, een liedje hebt gespeeld. Dus nu mag je voor ons de intro gaan doen. Welk liedje wil li -li -li? ah, je? Ik weet niet, waar je het beste kan. Hè? Kan je iets van Lil Wayne? <lacht> 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 oh, uh, is dat grappig? Ik, <laughs> ik ga niet liegen, ik kan niks. Taket. Eh? Zullen we me gaan zing zingen? Wat hebben jullie gezien? Le, le Trapeau, taket.

Au parquet du Daner, je chante voor mijn club. Allez, union. union! Oh oh oh! Oh <laughs> oh Dat oh, oh, oh. nee. was een uh, akoestische versie, Dat was hard, man! Ik kan niet yeah. liggen, ik kan beter voetballen. <laughs> <Yeah>. Ja! <laughs> Bed first. First and fast. Ik, ik had nieuwe wetten dat je kon spelen, dus nu kost je me uh, nee, op nee, nee, kaart. Maar ik heb een back-up-lid. <laughs> <man. laughs> <laughs> nee, maar hij heeft mijn charisma-play erop. Hij heeft niks hier allemaal nodig. Hij heeft zijn handen niet gevoeld. Maar het was mooi, man. Andy mocht samen met mij liedje spelen. Oké? Okay? 3, 2, 1. Je mag meezingen, mee zingen bij de. Doe maar. Dante, als je het kind mag geen weer zingen. Ja, Soms denk ik nog terug aan de tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. Je hebt gehoord, dat. Ook spreek ik niet. Het ging me veel te snel, dat ken je wel, hè? Ik Spaans voor twee biertjes. Dat ken ik wel. Kom maar, Dante. Dos. Servas, <laughs> <sweak> por favor. Dos. Servas, por favor. Cervezas, por favor! Elke Spanjaard heeft een snor. Dat serviceas. Hey! Hey! Sta recht, man! <laughs> wow, Dat was goed, naar respect. Nah, respect. Ah, nee, het okay, is nee, oorlog. Het <laughs> is oorlog. Ja, oorlog. <laughs> bon. Na een lange intro, boys, we zijn hier met Dante Vazère, Gilles Labions hmm. en Andy Kissé. ik ben uw host, Brian Swaz We beginnen bij de eerste topic, of de eerste segment, MVP's van dit weekend, Dante. Die Hij vraagt nooit meer hoe ons weekend, was het? Ah, ja, MVP. ja, ja. Ex nou, 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 hey, nee, mijn nee, excuses, man. Mijn excuses, man. Joe, hoe was jouw weekend? Nou, laat het. <laughs> MVP. Hoe was jouw weekend, man? Mijn weekend was goed, denk ik dat ik het <laughs> <raak>. Ik heb <laughs> mij geamuseerd, man. Heb uh... wat wat je Heb je alweer naar dit weekend? Ik ben uh, uitgegaan tot de hele vroege uurtjes. Mm -hmm. En uh, ik heb naar voetbal gekeken, omdat dat moest van jullie. Dus <laughs> dat moest. Ja, dat moest. Als ik <laughs> niet naar voetbal kijk, zit ik hier, zit hier gewoon Conchita te zingen. Of... <laughs> En papi, wat heb jij gedaan? Ik heb uh, gevoetbald voor de verandering. Ja. Um, wat is dat? Voor de rest mag je niet te veel niet vertellen, maar. <laughs> okay. ik, ik heb Andy zien passeren in de vroege uurtjes ergens. Hey, Andy. Uh, Gilles. Gilles. sorry. Ja, ah, misschien Andy ook, hè. Uh, <laughs> ja, Andy deed, uh, ah, ja. Dus, uh, ik heb juist je zwaard nog niet Meer ga ik niet zeggen. Uh, oké. Okay. Andy, wat uh, was jouw weekend, meneer? Uh, rustig weekend. Uh, ik heb ook uh, geen wedstrijd. Ik heb uh, moeten fluiten. Mm -hmm. Dat is leuk, man. Ik snap niet het is schat er aan, shit zie Oh, zijn. Wow. <laughs> ik snap dat niet. Dat gewoon chill. Gewoon direct zo. Ja, bro. <laughs> zo, de we zullen seks verder over praten. Uh, zo. Uh, dat was jouw weekend? Naar dat uh, uh, na is het Een bewogen weekend. <laughs> ja! <laughs> Mijn ja, shop is serieus, man. Dat is leuk om even buiten te zijn, man. En dan heb ik gisteren Glory United op, opgenomen. Shanna Glory United, episode out now. Uh, en dan ben ik hier met jullie, man. Dus uh, niks speciaals, maar uh, het is altijd wel leuk om uh, mijn vrienden terug weer te gaan zien. Collega's. Ja, collega's, waarom? <laughs> Samen to the bag. <laughs> um, de eerste segment van dit weekend. Uh, MVP's van dit weekend. Dante, wie was jouw MVP? Voor mij, Woodfaas. Waarom? Ten eerste is een goede kameraad van mij. Dus uh, ik vind. Uh... Ik vind het leuk om hem nu goed bezig te zien in de, in de Premier League. Ik denk dat uh, dat de een vrij onderschatte speler is. Um, maar uiteindelijk, vorig jaar uh, in, in Frankrijk, gewoon ook laten zien wat, wat die waarde is. Uiteindelijk uitgeroepen, volgens mij, tot beste speler van, uh, van, uh, van zijn ploeg. een ja, uh, Transfer gemaakt naar Leicester nu. En hij uh, ja, trekt die lijn gewoon door. En ik denk. Uh, ik denk dat hij nog te weinig credits krijgt, maar dat hij wel laat zien dat, hij, dat, hij, dat de premier League nu voor hem op zijn lijf geschreven is. Eigenlijk een competitie met ja, veel duels en, en, en ja, goed verdedigen, dat, wat hij nu doet. Uh, en los van dat ook denk ik dat hij vooral op voetballend gebied stappen vooruit heeft gezet de laatste jaren. Hm. Dus je nu ziet hoe dat hij uit sommige situaties zich er toch uit kan wringen, een goede passing kan geven. Ja, chapon naar hem. En, uh, het is niet alleen dit, dit weekend dat hij het goed doet, maar uh, de voorbije weken denk ik. Uh, dus uh, voilà, vandaar mijn, uh, mijn MVP. Het is wel laat dat hij die stap heeft gemaakt naar Engeland. Ja, laat. Omdat je, want jullie kennen elkaar wel, van de jeugdreeksen. U17 was het dan zeker. Ja. Klopt. Um, ik vind het wel laat, omdat hij dan altijd weer vergeleken was als de nieuwe David Luiz, door zijn kapsel. Want hij was altijd gelinkt geweest met Chelsea ook in die periode. Mm. Dus ik, vond het wel, en ik vind het wel grappig dat je zegt van ja, uiteindelijk was hij een transfer gemaakt naar Engeland. Um, had een opmerkelijke carrière ook als je kijkt hè? Want ik ben, ik ben nu even aan het kijken omdat ik het anders ging vergeten, maar van Anderlecht naar Herenveen, Excelsior, was Tinde, naar Reims en nu Luster. Ja, dat is een van ook van de wijde. Hij wel zijn stappen kunnen maken maar... in, in Nederland uh, omdat het geluk dat een Belgische coach er dan bij kwam. Uh, en in Reims ook, want zijn eerste seizoen wel veel kaart gepakt, maar in het tweede seizoen ja veel, veel beter geweest. Dus aangepast... wel voor kaarten, hm? in de jeugd. Dat hij je dat wel weer boog gekend Ja. Hij is een ruwe maar correcte speler. Ja, ja, ja. ja. Maar op het randje, zo meestal wel. Ja, het is geen vellespeler. Nee, nee, dat, nee, nee dat zeker niet. Nee. Maar hij is gewoon hard in de duels. En... Voilà. Amen. Zeker als je kijkt naar de intensiteit die hij in zijn spel heeft, past ook wel beter bij de Premier League, denk ik. Zijn tweede seizoen in Frankrijk had hij zich meer aangepast aan de, comp aan de competitie, had ik de indruk. En dat de scheidsrechters al sneller geel geven in Frankrijk dan in Engeland. Mm -hmm. Maar deze gaat voor zijn spel alleen maar positief zijn. Is nou, wel en wie interessant? Weet, wie weet dat hij uh, nog bij de Royal was belandt in de ploeg. Ja, want uh, dus lange... evolutie, is wel ergens logisch toch? Is dus zo in uh, Nederland gaan een beetje echt leren voetballen, nee, maar... Frankrijk een beetje krijgt, en nu heb je zo'n combinatie van beide. Zeker hmm. iemand achterin, dat is nodig in Engeland. Maar daarmee, want, want, toen hij gelinkt was op zijn leeftijd, denk je van, oké, okay, iedereen vertrekt naar het buitenland, en hij heeft toch wel gekozen, en hij dacht ook wel van, ik ga doorweeken bij licht. En dan inderdaad om die stappen te gaan maken en, en inderdaad een bepaald element toe te voegen aan u. Want ik heb hetzelfde mij bijvoorbeeld die van Heusden, waarom hij zo goed is, of omdat hij in Italië gewoon defensief zoveel stappen heeft gezet. Zeker tactisch. Ja dat die jongen nu op een op niveau daar is. En dan is dan gekomen naar België en, en, en naar Nederland. En daar ga je ook weer elementen toevoegen aan het spel. Dus ik denk dat dat wel zo voor heel veel spelers, zeker zoals wat dat dat wel inderdaad belangrijke stappen zijn in, in hun uh, vooruitgang. Dat was een generatie, 98, op de ja Ja, dat klopt. Waren jullie kwarts? Nee, we hadden de, derde plaats gewoon. Oh, ja. Ja, ja, ja. Kleine finale. Ja, ja, ja. En in, Dan TD gewoon, dat ja, is allemaal die guys. Ja, ja. Harde ploeg, man. Dat was een harde ploeg, man. Ja, op zich we hadden wel iets. We hadden ja. echt een goede ploeg, zou ik maar zeggen. We hadden ploeg. nooit van die jongens die echt individueel erboven staken op Jawel. die moment. ah We hadden er een Mangala paar. Mangala en, en Azazoui. Ja, Azazoui en zo. We hadden enkelingen, maar niet voor de rest. Vond jij ook zo? Dat was geen generatie die. Ik vond het wel man. Zeker een derde plaats. Maar als je ja. kijkt naar bijvoorbeeld de belofte nu, dat is een, een, ja, een generatie met veel. Die, die evolutie. Enkelinge. Bijvoorbeeld als je nu kijkt, eh, toen jij 17 was, bijvoorbeeld nu Romeo Lavia is 17 jaar en hij speelt bij, bij Southampton eerste ploeg, dat is ja. anders. Ja. Want toen, dat is wel ook waar we vorige keer over hadden. Als je kijkt naar de toen waren het allemaal guys die echt werkelijk bij de belofte speelden bij clubs. Ja. En nu zijn het allemaal guys die ja, bij de ESE spelen. Als, als je een Openda hebt bij de U21 ja. en die speelt al twee jaar op het hoogste niveau voor Vitesse en met Brugge, ja, dan is dat een heel groot verschil. Maar ik vond op dat moment wel dat jullie bij die, die u 17 ploeg gewoon een, een harde kern hadden. Uh -huh. Echt ja, een harde, harde kern. Dat nou, is, de de een jaar verschil met de generatie denk ik met Marco Weymans en Sinam Yang en zo. Nee, nee, meer hè? Zij zijn van 95, Zijn zijn van 95. hè? zijn dat is van 97, Ze zijn dat is van dan mij. Nee, zijn dat van 95. bijvoorbeeld. Oh, ik ken hem. Go kijk, kijk <laughs> naar zijn gezicht als hij dat googelt. <laughs> dan ben ik benieuwd, man. Google is Myange. Ja, ja ah, Ik ben Google bro. Maar weet je, ik heb vind? Tijdens een show gaat trouwens, je te traag, man. Ja, dat is maar dus voor gestocht, show, Ja Maar ja, voor een show gaat het altijd kapot snel. Ah, ja, maar okay. Trust me on die is hij is van 97. Zijn Nameyang? Ze... Ja, bro. Ah, Piet, dat kijk mijn eigen familie niet, man. Ja. Hij is wij je jaar. Tel? Hm, 97. Ah, hij is van 97. Ah, damn. Mooi, maar bij het. Ik kan het best zien, bro. Andy, wie is jouw MVP van dit weekend? Hij was de laatste. Ah, sorry. <laughs> mijn publiek van dit weekend was Erik ten Hag. Uh, waarom? Uh, hoe hij de situatie met Ronaldo heeft uh, gehandeld van het begin van het seizoen tot nu toe. Uh, en hoe hij eigenlijk heel hard achter zijn uh, visie staat en dat ook durft doordrukken. Zeker als je dan met een, een super, uh, ja, mijn supersterk weet als Ronaldo, vind ik het wel ja, heel sterk dat hij toch wel tegen zo iemand wel ja, die, 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 die beslissingen kan nemen. Dus vandaar uh, Erik ten Hag. Jill, wie is jouw ppi van dit Dat Piet ten Ertenhag gaat Ronaldo naar L.A. galaxy wegpesten, hè. Ja, bro. Hij kan niet naar Amerika. Weet je, uh, wat ja, wat? juist, hij mag niet eens naar Ah, Hij moet naar Guangzhou en Verlande. <laughs> weet je hoeveel mensen tegen Ten Hag staan nu? Ja, maar dat is echt. Ik, adem, ik heb man. ook beseft hè, zo van, die Ronaldo hij, dat dat echt op een bepaalde manier gewoon, dat is echt toxisch, man. Die fanboys houden ja, zich ja, vast, hè. Ja, maar ik heb echt beseft nu, zo, genre, ik had echt beseft deze week, want ik heb alle comments zo'n beetje gelezen en dacht ze van, ah, damn, ze zijn echt zo. Want wat in, hij heeft gedaan, was niet de verkeerde beslissing. Niet. Dat is ook zo'n uh, bekende cricketspeler of ik weet niet? Uh... Ah, bro, cricket bro. Ah, dus, dus die guy, schrijft ineens uh, in de comment section van mensen United net van uh, zit mijn foto weg, want uh, deze man uh, respecteert Ronaldo. En jij noemt dus af ze een echt clown is. Dus, ah, gaat hij zo ver of uh? Ga jij akkoord met de hele Ronaldo-sager? Ja, nee, maar ik ben niet zo up-to-date. Uh... Hij is tijdens de wedstrijd van de 80 ste minuut. hij ging erop komen huis, en hij ja. heeft geweigerd om erop te komen. Ja, dan, inderdaad. En dan is hij weggegaan. Ja. Maar je zegt ja en nee, ja. waarom ja, waarom niet? Uiteindelijk is een... zo iemand heeft wel een bepaalde statuut. waarde, statuut in, in het voetbal. Ik, ik vind. Voor mij is dat deels ook zo wat disrespect naar hem toe. Ik denk, uh, ik denk dat, dat dat een speler is die altijd kan gebruiken. Altijd, oké, okay, het is misschien nu niet het moment voor hem dat. Uh, Welle, United draait niet slecht, denk ik, op dit moment. Maar toch, uh, ja, ik weet niet. Ronaldo kennende hem, zijn karakter. Hij wil spelen. Dus als je ja, dan maar... niet speelt. Ik snap zijn frustratie, man. Wel, maar... maar dan om weg te wandelen. Het is onpersoneel wel. Ik zou, niet, oh ja, is, ik zou het niet kunnen accepteren, ook niet ik als trainer. Nee. In the heat of the moment denk ik ook een beetje dat hij dat deed. Ik denk, hij het achteraf ook gepost dat hij, hij, hij wel zei: van nou, er spijt van en Blablabla. Bla bla. Hij heeft geen story gezegd, maar, een Zo, nee, maar hij is is een apology, zoals een voetballer zich op Twitter zou zetten. Maar... Klopt Bizarre situatie. Mijn MVP, ik heb er twee gepakt: twee jongens uit dezelfde ploeg: Divok Origi en Brahim Diaz. Ik had nooit gedacht dat ik Brahim Diaz zou pakken als MVP. Je moet maar... hem haten, hè? Hm? Maar hij speelt goed, hè? Ik, ik ben geen hater meer. Ik was een hater tot de match tegen Juventus. Kijk, wel, kijk hoe snel nou hij verandert. Ja. Juventus is maar twee weken geleden, hè? Ja. Dus ik ben al twee weken geen hater meer. Okay. Hij heeft uh, tegen Juventus een wereldgoal gescoord. Hij scoorde vandaag. Uh, gisteren een brace, twee doelpunten. 4-1 gewonnen van Monza. En Origi gaf een doelpunt. Uh, een assist en maakte een wereldtoppunt. Ja. En... Hey, knallen. Die poe. hey, echt, poeier. Eh, die was zo hard. Hij, hij vierde niet hij zei <laughs> gewoon zo naar, naar die trap. <laughs> Snap je? Zo hard was ze. Maar, um, blijven dat. Maar we ben wel blij dat het eindelijk is aan, aan het loskomen bij Milan. Want die is aangekomen, dan al geblesseerd geweest. Dan in een uitjeval En nooit, nooit echt veel minuten. Maar ik denk dat het ook pas een van zijn eerste uh, basisplaatsen was. Ja. En om dan toch uh, dit te kunnen neerzetten was maar tegen Monza. Het uh, Monza van Berlusconi en Galliani. Maar, het feit dat je toch in die wedstrijd al statistieken, aan je, je statistieken kunt gaan beginnen werken is, uh, is goed. En kan alleen maar bijdragen in de, uh, in de hele kern die er nu staat. Haalt hij het WK net, denk je? Of gaat hij net het WK missen? Ja, moeilijk worden, man. Belgische spits, ik heb geen idee, man. Want Lukaku is nu op de terugweg aan het komen. Ik, heb, uh, ik, ik zie dat ja, Origi is nu fit, speelt. Batshuayi is in vorm. Ja, Batshuayi is in vorm, jij bent er. Uh, Lois Openda is uh, in Frankrijk aan het spelen, denk ik. Hm. Ik heb de laatste weken niet zo gehoord wat hij deed, maar... Uh, er is keuze genoeg, denk ik. Hè. Dure plaatjes, hè? Eh? Dure plaatjes Kun moet... huh? je een shirtje meenemen uit Qatar? Kun je een shirtje meenemen? Misschien ga ik niet eens naar Qatar. Ja, maar als... <laughs> ik ga dat regelen, dank je. <laughs> <laughs> <Oeh>. <laughs> <laughs> ja, misschien op vakantie wel. Kan naar Qatar, bro. Ja. <laughs> <laughs> ik weet niet waar jij daar gaat doen. <laughs> ja. Sugar daddy. Uh, Toepapi. Yeah. Ja. papi. Ja. 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 Waar komt dat uh, hele two papi ding, man? Ik weet niet, man. Door die filmpjes op, uh, op TikTok en zo, denk ik, man. Ik... <laughs> uh, ik weet niet. Ik, uh, in de kleedkamer roep ik dat zo random af en toe. <laughs> en uh, nu... Uh, <laughs> Vandaag heb ik besef. Vandaag, ik weet niet, de meeste kennen dat hij was niet. Vandaag heb ik echt besef hij is een klant. Jargon zo, hij is echt zo niveau Freddy en zo. Dichtbij, dichtbij. Freddy was de laatste week in de groep zat in vorm. Ja, ja, dank. Niet de laatste was vandaag, bro. Was vandaag. Je bent dichtbij man, qua niveau man. Ja, ja. Ik zal nog een tandje bijsteken. Wie was jouw MVP Andy? Andy ja. Chihhan, Chanak, petit frère. Oké. Voor mij is het gewoon... Hij was niet de beste speler op het veld tegen, uh, tegen Anderlecht vandaag, 100%. Maar ik heb gewoon zoiets, je bent 17 jaar, komt e eindelijk uh, een beetje in de eerste ploeg, er wordt al heel lang gesproken over u sinds je 14 bent. Basisplaats, Classico. en je bent eigenlijk echt aan het spelen. Ik bedoel, we stonden 1-0 achter, 1-1, hij begint ruzie, maken, ruzie te maken met Murillo, Murillo was het... En je zegt gewoon dat vurige standaard. En toen heb ik zoiets van: eindelijk. We pakken eindelijk die jongeren die dit standaard DNA hebben. Die begrijpen: van kijk, jij speelt om te winnen. Jij speelt niet gewoon om mooie schoenen. Nee, nou, jij speelt, jij wint. Jij maakt die... je, je maakt je teun vuil. Je maakt je borst helemaal net. Ik weet niet wat ze allemaal je zeggen. Maar dat... Nee, is echt nee maar is dat is wat nodig is. Dat is. echt wat nodig was. En je ziet dat, Janek, franchement. Mwah. Ja, Zet en, en Raskai. Ja, maar is sowieso. Maar ik Raskia. heb wel de indruk dat hij zo mee in dat lijntje past van. Dat is niet van mijn eigen jeugd, maar hij uh, past mee in dat rijtje van, van jonge guys die, die met een bepaalde intensiteit. DNA spelen. DNA zo. Ja, echt in dat standaard DNA passen. Dat is wat ik lange tijd wel heb gemist. Eigenlijk. Ja, maar gewoon, ik hou wel van zo'n spelen, met me gewoon ballen. Met lief. Ja. echt zo gewoon van alles geven. we staan echt oh. gelijk in, maar dat is ender bij Zeg we zijn niet om te verliezen. Was je niet bang als we dan nu de transitie maken naar de wedstrijd? Standaard tegen uh, Anderlicht, we ja, zitten was geëindigd op 3-1. Maar ze hebben de wedstrijd niet volledig uitgespeeld, Er was dus nog een half uur te gaan. Was je niet aan het stressen de eerste minuten? Want ik vond wel de eerste vijf minuten zeker van de wedstrijd dat Anderlecht wel met een andere soort ja, swayer aan het spelen was. Ze scoren heel vroeg, uh, het ging heel fluïd. Dus ik dacht van oké, okay, Anderlecht is misschien vandaag vertrokken. Daarna kom je inderdaad wel terug. Maar had je niet eens stress de eerste vijf minuten? Ja, de eerste, eerste tien minuten eigenlijk vond ik ook Anderlecht gewoon helemaal anders spelen. Uh, vooral langs de linkerkant, de kant van uh, Amuzu. Yeah. Rafael komt heel veel naar links. Ja, ja dus ik, vond dat, ik vond dat wel mooi, zo de, de Amuzo Versailles, Rafael of in uh, en Silva, dat ze zo in een soort van diamantachtig iets dicht bij elkaar spelen. Heel dicht bij elkaar aan het spelen waren. Maar daarna dacht ik wel zoiets van, oké, okay, als het geen 0-2 wordt, totaal aan het toestaan, en je ziet zo, denk ik na 15 minuten, 20 minuten, begint het licht gewoon alles weg te geven. Oké, okay, ja, na een kun je die prestig niet blijven doen, dus 100%, maar dat begint je ineens eens fouten te maken. En voor mij de eerste fout begon al bij goed, dus zo dom wegtrappen en toen had ik al zoiets van, kijk hier, we moeten gewoon op een hoed drukken, drukken, drukken en wie maakt de fout, vertongen. Dus thuis, ik heb gewoon twee dezelfde verdedigers daar. Is het nu, denk ik, einde verhaal voor me zo? Uh, ik ga eerlijk zijn, naar mijn mening toe, ik zou dat, doen, ik zou dat niet doen tot 2k maar Omdat ik gewoon zoiets van van, hey, kijk, het is dan pas dat je misschien een maand hebt waar je kunt rusten, waar je alles rustig aan kunt doen, als je dat nu doet... Ja, enkel. En ja, enkel. Ja, enkel. Ja. Ja, dat dat, dat effect van, ja, nieuwe trainer. misschien moet je de eerste twee wedstrijden. Naast ja, laatst... WK toch? Dus ook al win je de eerste twee, drie wedstrijden nu, naast ja, ja, maar... WK, dan ben je toch weer een maandje oud. Ja, maar ik is denk... dat niet de perfecte periode voor een nieuwe coach om denk, te stappen? Ik denk, nou, wat er ja. vandaag is gebeurd, kun je als bestuur eigenlijk al bijna niet anders, toch? Maar het, het zou me niet verbazen als we morgen op social media lezen dat... Je zit dat, dat het niet uitgespeeld bro. Dus ja, nu, nu je... moet je het eigenlijk steken op de fans. Want ja, nu, maar... nu zou ik zeggen van kijk, in de als laatste bestuur... half uur konden we beslissen van is het gedaan Ja, maar niet? als bestuur kun je nu niet zeggen van hey, je moet eigenlijk wel zeggen het is de schuld van de fans. Want we moeten dat gedrag wel, we moeten dat gedrag veroordelen. Het zou nooit niet mogen dat een match gestaakt wordt omdat er een enkeling of een groep mensen uh, vuurwerk op het veld is aan het gooien. En tactisch maar... hè, he? ze hebben dat tactisch gedaan hè. Tuurlijk. Ja, want ze hebben dat gegooid. Ja, tuurlijk. Ze zijn op veld gekomen, ze hebben dat weggehaald. En toen ze terugkomen hebben ze het uit... teruggegooid. Ja, ze ja. terug ja. opnieuw Maar hoe Wat? kijk jij dan naar die situatie dan, Dante? Als ex-speler van Mazou. Uh, voor mij is het heel raar, want ik vind persoonlijk Mazou eigenlijk een toptrainer. Dus uh, ja, moeilijk om daar een mening over te hebben. Maar ik, ik zou me eerder de vraag stellen dan bij, uh, bij spelers en, en motivatie van, van, van de ploeg. Want ik herken patronen die... Die wij hadden in het een, in een spelsysteem bij Anderlecht. Oké, okay, misschien de spelers die zij hebben zijn niet dezelfde spelers bij ons. Uh, die jongens die kunnen misschien niet die, dat tactische opbrengen wat, wat wij vorig jaar wel konden. Dat was misschien perfect voor onze ploeg, niet voor hun. En, maar ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, uh, maar zo is een man van, uh, van de feeling en van, uh, van het gevoel. En als dat niet goed zit, ook vanaf het begin misschien, dan, dan gaat die motor uh, Sputeren, ja, ja. sputteren. En dan. Dan denk ik dat, niet, uh, dat ze het niet te goed op de rails gaan krijgen, maar ja. Wat zijn dan, dan de echt... grote verschillen tussen de Union van vorig jaar en dan Anderlecht van dit jaar? Omdat je ziet van je ziet dezelfde spelpatronen. Wat mist Anderlecht dan wat de Union vorig jaar wel had? Goh, ik denk dat wij iets meer uh, lopers en, en uh, beweging hadden in het, al, in het algemeen. Ik denk dat dat Anderlecht veel jongens heeft die in de bal willen komen, die heel veel bal aan de voet willen hebben, het verschil willen maken op dat gebied. Uh, terwijl denk ik dat wij bij Nioh heel veel jongens hebben die, die loopacties zonder bal maken. Heel veel positiewisselingen op dat gebied. Echt iemand die diep gaat, iemand die in de bal komt. En ik denk dat dat iets meer het verschil is als ik zo bijvoorbeeld de, de twee spitsen omdat ik, daar kijk ik dan het naar als ik naar een andere ploeg kijk. Er zijn twee spitsen met heel veel kwaliteiten, maar ze hebben nog niet echt de, de juiste. Dat is het ik de niet niet juiste duo gevonden. Ja, Eigenlijk zo... moet je naar een andere lucht. Dat is ook, ook wel <laughs> een zeker Nee, maar, maar het is al nee, een je ja, ja, hey, nu, maar genre. Un profiel, de, jou, Fabio ik, ik, vond van vor, ik vond u vorig jaar in uw beste periode. was ook toen je altijd die loopactie hmm. had. Je had de Nielsen die die dynamiek op middenveld bracht en zo. En das, ja, dat heeft het niet te Maar hebben ze dat dit jaar nee? niet kunnen doen met Raman? En heeft het gewoon te weinig geprobeerd? Want Raman is wel een beetje vergelijkbaar met Dante, vind ik. Ja, ik denk ja. in die selectie is dat de meest vergelijkbare speler. Is waren ook zo begonnen? Ja maar, ja, maar dat is dan de vraag. Waarom heeft Mazou dat niet. Want het ding is wel van. want je sprak ook voor de show heel lovend over Mazou. Dan denk ik van ja, maar dan als, jij, als jij als speler al ziet van dit is wat er een beetje anders is, waarom draait hij dan niet van opstelling? Waarom blijft hij met die drie mans blijven spelen? Waarom gebruikt hij niet een profiel als Raman als dat de duo is dat werkte vorig jaar voor hem bij, bij Union? Het is moeilijk te zeggen, hè. misschien dat er ook andere dingen meespelen. Ik denk als je een Silva gaat halen, een Esposito, uh, daar komt druk van bovenaf uit, denk ik persoonlijk. Hm. En ik denk dat dat deels wel ergens meespeelt. Ik denk dat dat. Ik kan het nooit met zekerheid zeggen, ik weet het niet, maar ik denk dat het in de voetbalwereld wel soms zo, zo wat draait: dat er, wel, dat er van bovenaf wel wat gestuurd wordt richting, mm -hmm. richting de ploeg uit. En um, dat was ook sowieso het verschil met Union. Mm -hmm. wij, wij hadden een, een heel gezond bestuur op dat gebied en ook, moet um, ik het zeggen, marketing, al die dingen, spelers aankopen, dat was allemaal voor, voor bestuur voor hogerop. Voor maar echt wie de ploeg samenstelde, hoe dat we gingen voetballen, dat was puur voor de staf. Ja. En misschien dat dat daar bij Anderlecht, ons hebben uiteindelijk wel het DNA waar ze hun aan willen vasthouden. Uh, veel jonge gastjes, uh, heel mooi voetbal brengen. Maar misschien is dat op dit moment niet de way to go voor Anderlecht. Misschien moet ze, moet ze want Mazou is ook uiteindelijk een trainer die, ja, moet niet altijd mooi voetbal zijn. Maar moet gewoon punten pakken en uh, hard werken en, Misschien dat dat niet de ideale combinatie is met, met het ander licht van nu op dit moment. Is dat dan niet misschien een grote fout van anne dit jaar geweest, de scouting? Want als je inderdaad ziet naar Union, dit jaar halen ze weer profielen erbij: Adinkra uh, en een Boniface, dan zeker ook. Die... Is het trouwens Boniface of Boniface? Boniface. Ah, het is toch Boniface? Okay, mijn fout. Juist, ja. Dus ze halen dan een Boniface en een Adinkra, waarvan je ziet van ze voegen meteen eens toe aan die, aan die selectie. Ja. Terwijl inderdaad, zoals je zegt bijvoorbeeld met Fabio Silva en Esposito, ja, het zijn wel twee. Zeker als je... Eh, qua jong talent in Europa zijn dat twee leuke namen, maar is dat misschien iets wat je nodig hebt aan de licht? Ik ja. denk bij Fabio Souta kan je niet nee zeggen, want maar het aantal ook... doelpunten heeft gescoord, dat, dat spreekt voor zich, maar niet als je alleen... kijkt naar dat middenveld bijvoorbeeld, is er ook niet echt een balans in wat je vorig jaar wel zag bij een union. Maar niet alleen de namen die ze halen, ik denk ook gewoon de namen die ze hebben. Dat is voor mij geen ploeg die in dat systeem zou horen te spelen. Als je kijkt naar een Amuzu, die ik vind dat hij altijd een back achter zich moet hebben. Sowieso. En, en niet... Hij moet vrij Zee zijn, moet zijn Ik denk, uh, als ik kijk naar Diawara, naar Hashimero... Um, en degene die dat daar eventueel nog naast of, of voor kan gaan staan, zie ik dat ook meer als middenvelders die ja, beter zijn als, als, als zij backs hebben, die het veld kunnen breed houden en nog flankspelers om aan te spelen. Want ja, nu moet hij veilig naar de zijkant komen, maar dan mis je alweer iemand centraal. En ja, ik denk dat het gewoon misschien, misschien een mismatch is, want ik, ik, denk, zeker niet, ik denk zeker dat Mazou wel een, een capabele trainer is. Hè? Maar ik denk ja, als je een mismatch hebt, dan. Is het, is het of de club past zich aan of de, of de coach past zich aan? En als, en als het van beide kanten niet gebeurt, dan zit je met ja, die politiek eigenlijk een beetje dat je niet zegt. En dan is het al heel moeilijk om een positief verhaal te gaan creëren. Ik heb een algemene vraag voor jullie dan. Uh, dan uh, ja, Andy heeft al half geantwoord. Maar dus geven jullie maar zo nog tijd of is het voor jullie dan nu al vertrekken? Jij zei dus tot, tot januari, WK. tot WK, sorry. Ik denk dat wij je supporters vandaag hebben laten zien, dat je het eigenlijk al niet meer naar u en je mocht je niet laten leiden door je supporters, maar je kunt het al niet meer verkopen dat je als ander zijn zijnde dit meemaakt. Want het is de tweede keer op vier, vijf jaar tijd dat ze uh, tegenstand daar ook nog eens een, een 5-0 krijgen, omdat ze ja, voor moeten geven. En de vorige keer ook een boete gekregen, een sensibiliseringscampagne moeten doorvoeren. Ik denk dat je, ja, je zelfs geen tijd meer hebt als bestuurzijnde ook. Of, of ze staan ook weer voor de deur na, na elke wedstrijd. Maar denk jij, of antwoord je liever niet. Houden. Nee, ja, ik, ik zou hem sowieso de tijd nog gunnen. Uh, ik, denk, ja, ik twijfel niet aan zijn kwaliteit als trainer. Dus vandaar dat ik zou zeggen, ja, kijk, uh, uh, zoek een oplossing binnen de club. En, en vind, ik vind Filipje echt een, een, een goede trainer. Dus uh, ik, zou, ik, zou die niet voor, uh, ik zou die nu nog niet aan de deur zetten. Ja. Okay. En best vandaag gaat het wel goed anderzijds. Daar mogen we het ook over hebben, vind ik wel. Natuurlijk. naar jullie nu gewoon van Wakilebrugge, Antwerp, Andelicht. Alle toppen mijn bij mij. Maar hij heeft een punt. Maar is wat ik wel zeggen. Standaard is een beetje zoals Arsenal. Dat is zo ja, je moet iedereen vergelijken met Arsenal. Broer. Elke ja, week, broer. Elke ja, spel vergelijkt hij met, met Arsenal. Carmelois, Carmelois, Armotiv. Hoe lijkt dat nou op Arsenal? Arsenal staat dit jaar eerste. Hoe winnen Dat is wel een ploeg op gevoel. Dat is zo. een ploeg op gevoel. Als ik ga paura. Nee, 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 nee. je ik excuseer. punt af? Sorry. Mag een het space? af? Nee, 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 maar dat is zo'n zo ploeg op gevoel. Vanaf dat is zo van, wanneer we alles goed gaat, gaan we ineens nonchalant beginnen doen. Echt dom. Hetzelfde, we winnen van Brugge, we verliezen tegen Serra. Wat is dit? Snap je? En, en dat is zo. Nu hebben we tegen licht gewonnen, dat is goed. We wonen de week, zien. gaan zou ik dom doen. Ah, dus. Ah, en tegen Antwerpen waren ze ook echt goed. Die, die intensiteit in die toppers ja, hebben Ja, en de week erop, wij geven dat weg. <laughs> zeg maar. Nou, nee, ik kan niet dom zeggen, maar je hebt me gestopt. het niet erg, man. Dankjewel. Dank want... Nee, in en feite, wel. Dus Club Brugge is <laughs> ook dan dus Arsenal. Nee, die hebben geen ouder. Oh, maar je zit ook op, en... geen aura. Wat heb je niet gezien in de Champions League? Heb je niet gezien dit weekend? Bro, daar gaat het niet om. Union en... tegen Club Brugge. het was je Brugge? eindigt op 2-2. Uh, een vroeg doelpunt van uh, Club Brugge, Daarna de rode kaart. Penalty. Goed, penalty van Brugge. Uh, Union komt dan mooi 2-1 terug. En dan is het uh, in de laatste 10 minuten dat nog Nieuwkoop een doelpuntje maakt voor uh, Union. Waar het 2-2 wordt. Allemaal dankzij Dante van Zaar. Ja, en dat zullen we straks verder bespreken, maar eerst Dante, um, als je kijkt naar uh, de historie tussen jullie en Brugge, het zijn nu al vijf wisten dat je niet kan winnen. Is dat een, een gedachte dat je meeneemt voor de wedstrijd van oei, we hebben vorig jaar al wel niet vier kunnen winnen op Brugge of tegen Brugge? Uh, gedachte, ja, Omdat, maar niet in negatieve zin. Het is eerder qua motivatie: van ja, kijk, uiteindelijk uh, we wisten, of we hadden wel het gevoel dat we. Niet moesten anders doen voor Brugge, ook niet vorig jaar. Dat we op het moment echt de betere ploeg waren. En dat we echt wel meer verdienden, denk ik, dan. Dan nul goals tegen Brugge en uiteindelijk geen winst. Waarom was het nul goals vorig jaar? Omdat penalty's penalty's moest. Ja, jij wil lachen. Je Ja, jokes maken. Je wil lachen. Ik sta in zijn kamp van Nee, nee, nee. We zijn helemaal begonnen. Ik heb mijn tactische minuut. Tanket. Heb je in je tactische minuut dat iedereen opzij duurt zodat Burgers vrijkomt? Ik heb dat niet. Heb je zijn pre-assist in je tactische minuut? Misschien. Hij is de beste spits in België op dit moment. Harry scoorde tot, tot, tot begin van deze maand. Wat? Kane scoorde in augustus. Ja, hij heeft dit jaar gescoord, hè, vriend. Nou, maar, kijk, dat, daar gaat het niet om. <laughs> kijk, oktober hoeveel doelpunten? Zes. Zes. Ja. Zes plus, zes plus zes. Maar zes een twee assies, toch? In oktober? Ja. Mm, yeah. Ja. 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 Kun je het beter dan nu? Oh, ja. Zeg. Assiste, weet ik niet. Bro, kijk, ik duw de omhoog jij zegt nee, bro. Come on, man. Ja, ja, 16, ja Mark 16. Waard omhoog. Ja. <laughs> nou, nee, maar... ja, hoe heb je die wedstrijd beleefd dus, uh, tegen Club Brugge? Want het was Goh. wel, maar, ja, met tien man, ongeveer 70 minuten spelen. Ja, hoe moeilijk was het dan om die wedstrijd nog... Zeker tegen een Club Brugge dat heel veel kwaliteit toont in Europa. Uh, om door die wedstrijd ja, te kunnen gelijk maken uiteindelijk. Ik moet zeggen, in het begin, in het begin van de match was ik echt gefrustreerd. Mm -hmm. Ik krijg direct die hoop binnen. Um, dan die, ja, die penalty, die had voor mij zelfs al twijfelgeval. Randje 16, ik weet niet of het penalty was echt. Ja. Ook rode kaart, ik bedoel, dat is een, een dubbele straf. Voor die situatie vond ik sowieso al streng. Ik, weet niet, um, ik zou denk ik als arbiter zijn en misschien eerder uh, naar Andi gaan, aan die situatie toch anders aanvoelen. denk ik. Zeker in zo'n topmatch. Uh, je gaat heel die match beïnvloeden denk ik, door één situatie. Maar bo, uiteindelijk weet ik niet wat de, wat de juiste beslissing is. Maar ik moet zeggen, ik begon echt heel gefrustreerd aan de match. Je wist, als spits, ja, je gaat maar x-aantal ballen krijgen op, op die match. Er gaan waarschijnlijk halve verloren ballen zijn, lange ballen, diepe ballen, waar je, waar je weinig aan kan doen. Maar uiteindelijk, um, ja, switchen we wel van systemen. We brengen louis Lapoussin. Uh, ah, nu we... ben je te snel aan het gaan, maar je bent nu met 18 minuten aan het gaan. Maar kom op, bro. Laat hem. Nee, doe maar. En we scoren, bro. voilà. En dat, dat gaf ons wel rust, denk ik, uh, die match. En uh, uiteindelijk hebben we het iets makkelijker kun kunnen controleren toen. En uh, ja, uiteindelijk nog 2-2 kunnen, kunnen van maken. Dus al bij al wel een goed gevoel overgehouden aan de match achteraf. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ik heb een vraag in functie van de wedstrijd. Had je het gevoel dat je na de tweede goal nog... Of zeg, als, als ik in het taxi nee, nee Had nee, je het de... gevoel dat je na die tweede goal nog uh, genoeg naar voren kon komen? Want ik had zo vaak het idee dat mij er niet hoog genoeg kwam en dat jij daardoor eigenlijk nog vrij weer naar voren kon gaan. Op, na de, na de 2-0 van Brugge bedoel ja. je? Ja, eigenlijk vooral de laatste kwartier van de, van de eerste helft. Nu nee. <laughs> ben <laughs> je wat meer aan het analyseren. lets dan Je bedoelt dat ik... Uh... Dat ik te hoog stond. In, in nee, op... dat je hoog kon komen. Dat nee. ik het gevoel had dat Brugge het eigenlijk beter had kunnen uitspelen. Nog en voor die 3-0 moest gaan. Als, ja. als Meijer hoger en breder komt. Want dan moet jij. Ja, omdat je met team bent. Ja, tuurlijk. Op... Maar we probeerden er wat op te vangen. Omdat ze, ze speelden met, in een 3-5-2. Uh -huh. En uh, met uh, skoff Olsen, die eigenlijk heel van naar binnen kwam. Meijer ging hoog. Uh, van Aken ging aan die kant. Dus ze probeerden echt die kant uh, te overloaden, zou ik maar zeggen. Maar we probeerden wat op te vangen met, uh, met Lazar. Uh, bij ons. Maar. Ja, ik weet niet. Het, was, het leek dat we zo op momenten. dat er te veel mensen in een vrije zone stonden van Brugge. Mm -hmm. Dus ik, ik persoonlijk kon ook niet. Uh, ik wou ook niet te hoog blijven hangen. Uh, voor een counterattack. Omdat ja, uiteindelijk, als je een derde krijgt of een vierde. Nee. Ja, dan weet je ook dat, nee. de match, dat de match klaar is. Dus ik, ik hoopte gewoon op. dat we even kon, konden ademen op die moment. en uh, terug ons ritme wat konden, konden, konden vinden. En uiteindelijk, in de tweede helft. had ik persoonlijk zelfs niet meer het gevoel dat we met tien waren. Nee, klopt. Heb jij naar de match gekeken? Ik um, ben eigenlijk vrij verrast, niet van Union, maar van Brugge. Dat je eigenlijk zo dom de wedstrijd gewoon weggeeft. En ik zou dat zelfs niet steken op het feit dat ze nonchalant of, of dat ze dom deden. Ik had gewoon zoiets van ja, ze wilden precies niet afmaken. Ik denk enerzijds, het is ook een opmerking dat ik had van Meijer, blijft een beetje laag staan. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, zeker na de 0-2, zo, allee, Union stond met tien. Ik had zoiets van ja, ze wilden gewoon rustig een beetje uitballen. En dat jullie dan zoiets hebben, van oké, okay, we gaan ervoor gaan. Dus scoren dan de 1-2. En dan denk ik, oké, okay, nou, te rusten, ze gaan een beetje geven. Ze waren er even, en daarna terug een mm -hmm. beetje down. De 2-2 komt. En zelfs bij de 2-2, de laatste minuten, waren was de union nog niet De laatste minuten hadden jullie eigenlijk nog ja. voor de drie ja. punten. Ja, en, en van, ik vond dat heel raar. Ik had ook het gevoel dat we echt nog die match konden winnen zomaar. Mm -hmm. Klopt. Ja. Maar dat is een beetje, ik, vond, ik had hetzelfde gevoel met zandaar uh, met Anderlecht vandaag. Dat als Anderlecht, je begint goed. Je hebt die match eigenlijk in de handen, maar je weet in zo'n stadion, in die dingen, in die omstandigheden, als je nonchalant gaat worden en wel relaxed gaat voetballen. Mm -hmm. Je wordt overlopen door de, door de, door de, ja, door de sfeer, door de, de twaalfde man. En mm -hmm. dat, dat heb je bij ons ook in het stadion, vind ik, wij weten altijd als het moeilijk gaat in een match, en we kunnen die supporters achter ons krijgen, we kunnen die kleine momentjes van hoop ja, meekrijgen met, 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 uh, in de match dan dan kan er alles gebeuren. En we hebben dat vorig jaar ook een paar keer op laten zien tegen, mm -hmm. tegen Serraz, ik me niet vergis nog, dat we een maatje zomaar kunnen, kunnen ombuigen. Aan wat ligt dat? Dat is moeilijk te zeggen, maar dat is wel het gevoel dat wij hebben zoals spelers op het veld. Hij gaat u nu uitleggen. Nee, oh. ik wou nog één ding erover zeggen, want inderdaad, omdat je, je sprak eventjes over, over die rode, kaart, rode kaartfase. Ik ben daar, en daarom dat ik ook zei, ik was een beetje... Of, ik zat me aan wat je zei over Club Brugge omdat ja, je denkt, oké, okay, met man meer, het gaat iets makkelijker gaan voor Brugge. En vaak heb ik ook het gevoel, als ik heel vroeg aan een goede kaart zie, zit, dat ik meestal de wedstrijd uit. Omdat je dan weet van, ja, het wedstrijd gaat ongeveer zo verlopen. Mm -hmm. Brugge had al een voorsprong, dus oftewel haal je die vast en komen er niet veel kansen bij. Of het gaat heel moeilijk zijn voor ja, de tegenstander om terug in die wedstrijd te gaan knokken. Dus ik vond het wel heel sterk. En inderdaad, ik denk dat het ook spreekt naar jullie fans toe. Van hoe hard zij jullie stonen in, in die situaties dat dat wel jullie die extra push heeft gegeven tijdens de wedstrijd om dan die 2-1 die, die te gaan maken. Want dat was ook wel heel cruciaal. En dan zullen we dan spreken over de tekst in een minuut. Maar die 2-1 was heel cruciaal voor jullie in de wedstrijd om toch wel het gevoel te krijgen van oké, okay, er valt hier nog wel iets aan rapen. Want veel ploegen denken 2-0. Ja, we hebben het vorige gezien bij Westerlo, um, toen hij zei tegen uh, Genk, uh, denk ik een rode kaart kregen of, of, of ze kregen een penalty tegen. En je zegt die mentale slag van ja, het is gedaan. En, en bij jullie zag je wel... Um, die mentale sterkte, en, en, en dat is denk ik iets dat jullie van vorig jaar hebben meegenomen. Van we zijn vaak die underdog-ploeg geweest en we hebben vaak tegen grotere ploegen dan hein, op dat moment moeten spelen. Om dan wel die klik te kunnen bijhouden. Dus ik denk dat dat wel een van de grootste kwaliteiten is van Union dit jaar: is die mentale weerbaarheid. Mag ik nog één vraag stellen voor Jan tekst. Zeker, meneer. Heb je wel dat jullie nu een sterkere kern hebben dan vorig jaar? Oh, goeie vraag, man. Zwaar. Ik, vind, ik vind dat moeilijk om op te antwoorden. Ik denk dat wij een bredere kern hebben met meer mogelijkheden om te roteren. Mm -hmm. en, en verschillende kwaliteiten binnen de kern. Mm -hmm. Dat wel. Maar um, we hebben ook zeker geen zwakkere kern, of eigenlijk een mm -hmm. betere, moet ik zeggen, een betere elf hebben dan ja. vorig jaar, zal ik het zo zeggen. Moeilijk te zeggen, maar in het algemeen de kern, de, 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 de grootte, ik denk dat, we, dat, dat ik wel kan zeggen dat we een, een betere kern in het algemeen hebben dan, dan vorig ja. jaar. Ja. Maar dat is denk ik ook heel veel te maken met omdat jullie Europees spelen dit jaar en dat je dan tuurlijk, weet van, tuurlijk. je hebt iets meer uh, ja, ja. spelers nodig Vorig meer jaar rotaties. hadden we heel weinig opties om te roteren. Vorig ja. jaar. Je hebt pijlen met 14 spelers. Ja, dat klopt. Dat, je de kampioen worden. dat was onmogelijk dit jaar. Brian. Nu wel de tekst een minuut. Dus uh, ik heb uh, naar Union tegen Club Brugge gezien, uh, vandaag en gisteren, om de wedstrijd toch te gaan analyseren. Uh, en dat ik dus een paar puntjes eruit gehaald. Dus uh, Union met 10, dus dat is na uh, de rode kaart, speel jullie in een 5-3-1. Uh, het was heel moeilijk om te zien. Of was Thuma de links flank, of was het uh, ja, de wingback positie dat je had het doen. Ik heb gezegd, het was een 5-3-1. Ik heb dit beeldje eruit gehaald. Uh, dus dan zie je hier de vijf verdedigers van, van Union, drie ervoor, met Boniface, die dan, Boniface sorry, die dan in het middenveld kwam staan en dan Dante Vazaire als punt. Uh, en wat was het probleem vaak bij jullie? Uh, dat was, de pressing kon je niet meer uitvoeren omdat je een man minder had natuurlijk, dus Brugge had vaak een overload centraal van achter, om omdat als Dante druk ging zetten, ja, ofwel de andere centraal verdediger vrij stond, en Van kwam ook vaak inzakken, omdat hij wist van oké, okay, ik ga hier meer tijd en ruimte hebben om het spel op te gaan starten. En de omschakeling. Um, Waar jou voor een kwaliteit is, is die looplijn in de diepte. Maar ik heb vaak het gevoel dat je nog een afleider nodig hebt voordat die bal komt. En dat is dus wat ik zeg tijdens de wedstrijd. Dus je speelt hier vaak uh, op een eiland, je ging ook vaak druk, uh, alleen druk zitten. Dus hier zie je dat bijvoorbeeld uh, de bal is bij Union en je ziet Dante van Zerre. Uh, heeft, uh, heeft, heeft nog niet de bal, maar staat in een zone waar dat er kun ja, je kunt zeggen drie, vier verdedigers rondom staan. Niet onmogelijk om de bal bij te houden, maar toch zeer moeilijk. Volgende plaatje ook, je gaat druk zitten en je ziet toch weer ja, dat je in een ruimte gaat staan van vijf spelers. Dus ook weer heel moeilijk om druk te gaan zitten. Niemand schoof op. Er was een moment dat een van jullie middenvelds ging mee druk zitten, uh, waardoor je dan een ondertaal hebt op het middenveld. Dus dat was ook heel moeilijk om door te gaan schuiven. Um, als uh, union, zijnde. Sorry, mag ik even inpikken? Ja. Dit ben ik wel gewend, hè? Zo 5 tegen 1. Op, uh, op een eilandje. Uh, Rondels, ik ben altijd in het midden. Hij <laughs> <laughs> ja, is echt een clown. Meestal is dat ik geen niet kan moet komen. <laughs> ja, daarom <ook>. Ah, putain. <laughs> um, dus we gaan weer naar het plaatje hier ook. Uh, dan tegen het druk zitten, wordt hier uh, gewoon uitgespeeld. Ja, dat kennen we wel een beetje als pizza, als je druk gaat moeten zitten. Uh, wat was dus de oplossing? Karo Heratsen had gekozen voor een wissel. Hij uh, deed La zijn erop voor Sykes en uh, is dan geswitcht van formatie. En de formatie is dan geworden naar een 4-3-2. Dus dan ga je eigenlijk man-on-man uh, -man spelen op het middenveld uh, met twee spitsen. Wat je wel heel vaak zag, uh, dat was dat Boniface dan ging inzakken op Onjedika. zodat je dan zeker nog steeds drie middenvelders vrij hebt om dan de twee aanvallende middenvelders van Club Brugge tegen te houden. Van Aken en uh, Nielsen. Bon Boniface kwam er dan heel vaak tussen, zodat Brugge sowieso al via de flanken gaat moeten aanvallen. Waar dat eigenlijk... Iets minder graag doen dit jaar en zullen we graag door het centrum gaan. Dus het was een heel goede aanpassing um, van K.O. Gerards uh, om toch wel een, een, een meer kans te geven om de wedstrijd toch wel gelijk te gaan maken of het moeilijk te gaan maken voor Club Brugge. Dus die zie je daar vaak op bepaalde fases. Oei, het dingetje is eruit gevallen, mijn excuses. Uh, als het beeldje terugkomt, 3, twee, één. Nu. deur. We knippen dat toilet. Ja. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar. Oké, okay, sorry. Dus uh, je ziet hier heel vaak dat Boniface dus, uh, op Onyedika ging staan om dan zo die eerste pas naar de centrale middenvelden eruit te gaan halen. Dus, zodat ze Brugge um, kan opbouwen langs de flanken. Op een bepaald moment dat ze wedstrijd ging Union ook heel hoog druk zitten. En die weet nog de vorige keer dat we gesproken zei zeiden van, ah, Maurice is, is precies een, een extra voetballer op het veld. Um, en dat... Maakt het voor Union makkelijker om een hogere lijn te gaan spelen, omdat je weet dat er een keeper is die van zijn lijn gaat komen, die een goede pas heeft als het, als het moet gegeven worden, maar die ook gewoon het gevaar kan reiken in de diepte. Want vaak, ik denk twee keer of drie keer in de wedstrijd, uh, was Jutla weggegaan. En dat Maurice twee keer goed uitkomt eigenlijk om toch zo wel ja, het moeilijk te gaan maken voor Jutla. Hier werkt hij verkeerd af, omdat als hij iets vroeger kijkt, dan zie je dat Maurice van zijn lijn is en dan kan hij scoren. Maar hij wel heel goed uitgekomen van Maurice. Uh, en dan waren er dus drie dingen. Uh, wat zijn de grootste wapens van Union tijdens deze wedstrijd of daarvoor? Dat zijn de voorzetten. Jullie hebben ja, een profiel als Boniface in de spits. Jullie hebben een Burgess die een, een dreiging kan zijn. Jullie ook Thumma die een heel goede traptechniek heeft. Dus de drie grootste wapens waren voorzetten, snijdt in de diepte infiltratie. Dus dat zullen we alle drie gaan bekijken. Jullie scoren jullie doelpunt met een voorzet. Maar net daarna zie je dat er een paar stilstaande fases waren voor Union. Wat is het heel moeilijk maken voor Club Brugge en duidelijk de dominante ploeg waren op die stesande fases. Dus hier zie je het eerste plaatje al. Uh, ik denk dat het een kopbal uh, kans was van Burgess die dan net daarnaast gaat. Daarna heb je een corner. Hier wordt hij kort gespeeld. Thomas die hem voorgeeft, afgeweken. Eerste paal. Maar, nog steeds onder de, onder, maar ze blijven nog steeds Club Brugge onder druk zetten. De tweede uh, kwaliteit van Union is snelheid in de diepte. En dat is het dan vooral Dante van Zijr. En hier deed je tijdens de wedstrijd... Zei je iets tegen Amani Lazar? Dus ik wil vragen, wat zei je op dit moment? Ik heb twee opties. Oftewel zei je, um, let goed op, want ze schuiven... Dus kijk eerst waar je je bal in speelt, want ze schuiven op. Of het tweede ding was, van: uh, wij moeten zelf als ploeg opschuiven. Dus op dit moment zei je niet, kijk, schuif op. Weet je nog wat je zei? Ja, Er was een fase dat ik vond dat hij iets sneller kon spelen. Want ik zei, als ik mijn loopactie maak... Ja. Zetten zij hun buiten spellijn. Ze zij ja. schuiven op naar voren. En dat is wat ik probeerde aan hem duidelijk te maken: van probeer zelfs zonder te kijken, soms mm -hmm. direct die bal te spelen. Want anders als ik mijn loopactie maak, is het soms te laat. Ik kan nooit een meter of twee meter recht terug gaan lopen als zij, als zij aanpassen aan mijn loopactie. Dus. Drie punten was, voor Dante uh... van Zijer, Inderdaad, het was een fase waar je hier een looplijn maakt. Uh, Amani man die hem net iets te laat inspeelt, de twee centrale D's van Bureau op. Je staat offside, zijt je krijgt de bal door. En daarna zei je inderdaad tegen uh, Lazar van. Ja, zorgen dat je die bal iets naar inspeelt, want ze doen inderdaad die offside trap. Maar dat zat je vaak tijdens de wedstrijd wel. Inderdaad, hier zag je ook met Bonnie Face, die dan de bal in de diepte zocht voor u, Diepe bal, één op één dan hem de keeper. Wat was de afwerking? Ik heb niet af kunnen werken, ik viel hè. Ah, je viel. Ja, ik weet niet, ik denk... Hoe Het je je eigen gevoel? Ik kon nog niet een Rare fase, man. Ik was echt uit balans en ik denk dat ik een duw krijg, dat ik gewoon... Ik gewoon veel. Ze steken op de ja. so duw. Uh... So de volgende <laughs> <Yeah>. fase. <laughs> Amani <laughs> heeft de bal dan van Zijer die weer een uh, looplijn maakt in de diepte. Heel cruciaal voor uh, Union. En dan het derde wapen van Union is de infiltraties. Uh, en dan zie je tijdens de tweede helft. Uh, de laatste 20 minuten zeker. Uh, Amani die een looplijn maakt voor beide spitsen. Uh, hier ben je dan uitgeweken langs uh, naar de rechtse positie, zodat ja, dat je daar dan een beetje een, een positions switch hebt. Uh, hier zie je dan later dat Newco een looplijn uh, maakt in de diepte. Hier zie je, Thema gaat vaak in de diepte gaan. Dus dat was wel. Eh, door die opstelling-verandering heb je iets meer wapens aanvallend kunnen gebruiken. En die voorzetten waren inderdaad nog steeds heel cruciaal. Hier zie je opnieuw koop ook een looplijn maken. En dan gaan we kijken naar het eerste doelpunt van Union: corner, eerste paal. Inderdaad, van zij zit een blok. Op de centrale VD van de Club Brugge, waardoor dat Burgess vrijkomt en een bal kan vrij inkoppen. Ik heb de herhalingen niet kunnen bekijken, dus ik heb hem er niet bij kunnen zetten. Sorry, Dante. En dan gaan we naar het tweede sorry. doelpunt. Ik heb het gezien, dat is blij. Uh, dus aanval langs links. En Nieuwko had ervoor al een looplijn gemaakt in de diepte. En zijn infiltraties waren zeker in die laatste. Want ik vond het wel opvallend: met man minder ga je rechtsbak heel hoog spelen. Maar dan ga je zien dat dat hier wordt uitbetaald. Uh, er was een, een aanval langs links. De bal gaat komen bij Dante, die de bal heel goed bijhoudt. Er maakt iemand een overlap. De bal wordt voorgezet tweede paal. Een doelpuntje van Nieuwkoop, met een mooie slide hier. En Dat was eigenlijk dus mijn tekste minuut tussen Union en uh, Club Brugge. Dus de, de formatie switch tussen van een 5-3-1 naar een 4-3-2, om toch in het middenveld die drie man te gaan behouden, maar aanvallend toch wel iets meer te kunnen toevoegen. Um, dus ik was zeker wel uh, positief um, verrast of, of, um, of een positieve evaluatie kunnen geven aan K.O. Geraads. Want hij heeft in de wedstrijd wel een switch kunnen maken. Ook al lijkt het soms wel cru dat je zoveel gewisselt. Uh, om toch wel uh, die ploeg in een iets betere situatie te kunnen zetten. En dit is uh, Dante van Zijn, Brian. Oh my god. Is dat. Je <tie> <De> papi? <laughs> is dat ook wat er werd meegegeven tijdens de Rust in ja, de Die de foto. Ja. <tie> Nee, ja. Eindelijk. Hij is klaar, toch? Ik zeg toch. Ja, ik zeg toch, hij is een Ja, voorzien. Nee, nee, zo, maar. Nee, dit jaar we gaan we een segment doen over gouden clown, bro. Nee, maar er was wel... Wat je nu net vertelde over uh, Marc bijvoorbeeld. Ja. We hadden in, tijdens de helft een... een ja, geen discussie, maar wel... We zeiden van, hey, uh, je staat soms te laag. Had ik de, in, had ik de indruk dat, ja. dat als Brugge aan het opbouwen was, dat ik dacht, hij kan iets sneller uit naar zijn verdediger, want hij heeft niet dadelijk een rechtstreekse verdediger bij hem lopen. En uh, daar waren we over bezig, dat ik zei van, ja, je kan toch iets hoger komen, denk ik. En als je dan kijkt, het contrast met de tweede helft, waar je eigenlijk veel meer aanvallend ook aanwezig was, oké, okay, we hadden iets meer controle over het spel terug. En uiteindelijk scoort hij, dus dat is wel... Ja. Uw verdiensten? Nee, nee, dat niet. Maar ik had het gevoel dat, dat, daar wel, dat hij hoger kon, kon gaan, dat dat niet, dat dat niet gevaarlijk was voor de ploeg, voor de organisatie. Ik heb wel... Twee opmerkingen. Eén over Unieau. Elke is een letterlijke copy-paste van hetzelfde dat je tegen Braag had gedaan. Ook zo eerst met 3, 5, 2. En dan zijn je naar een 4-3 gegaan. om die 3-3. Uh, ja, zo'n 3-3, hè? Toen uh, was die bestrijd. Uh, ja, dat was een lopend thuismatch. Ja, ja, ja. Ja, dus eigenlijk was dat pure copy-paste. Waardoor ik wel zo nu, zo, omdat je dat zo terug laat zien, heb ik zoiets van: ah ja, maar die hebben kinder, of die automatisme een beetje van vier mensen. Ja, ja. Maar ik heb ook wel zoiets van Brugge. Ik weet niet of ik dat goed heb gezien, maar ze speelden ook met een 4-3-3 eigenlijk in het begin. Waar, en ik vond dat, ermee dat ik zo zeg, ik ben er een beetje van verbaasd, want uh, Schofhausen en Buchanan waren echt constant hoog. Normaal, ja, normaal zo, komt ze zo breed. Ja. Daarmee, ik, ik heb echt zoiets van, ik snap niet dat je 0-2 en je laat het er gewoon bij, bro. Ik, heb, ik, ben, ik ben echt in shock. Dus wat we zeggen in voetbal, meestal, hè. de gevaarste scoring is, is een 2-0 voorsprong, omdat je niet weet van ga je doorduwen voor die derde doelpunt. Of ga je nu al vroeg de wedstrijd ja, een beetje staken. En, en dat merk je ook wel tijdens die wedstrijd. Maar ik denk gewoon: ik denk als jullie dat doelpunt niet scoren op de corner, dat jullie ook gewoon niet meer terugkomen. Ik ja, denk gewoon, is... de timing was net dus perfect. Mm -hmm. Maar we hadden het gevoel toen we die, na die rode kaart wilden nog even. Gepusht En toen, toen we eigenlijk met Teddy links speelden. Ja. Uh, okay, was het wingback of was het nu? Ik heb niet geantwoord eigenlijk. Ja, uiteindelijk ging je op wingback, maar dat was okay. gewoon een tijdelijke optie ja, dat we ja. ploeg op het veld even. Hadden, vast, ja, maar dat, maar dat ging niet. Ja, ik Julia zei niet in de match die deeltijd. Dat ging, ging niet. Maar dat nee. was gewoon even om op te vangen. Uh, maar toen waren we echt wel, stonden onder druk, stonden op onze eigen 16. Ik had een beetje zo het gevoel van in Rangers dat we daar 3-0 hebben gekregen, dat gevoel had ik wel de hele tijd. Op onze 16 gepusht en die bal ging ooit wel eens goed vallen en dan gingen we de 3-4 krijgen. Mm -hmm. En uiteindelijk, toen die wissel gemaakt werd door, uh, door de coach, uh, hebben we echt wel, en uiteindelijk die goal die valt, hebben we echt wel uh, ruimte gekregen om te ademen. En dat was gewoon uh, ja, de goal van de hoop die, die ons geholpen heeft. En wat heeft hij dan verteld tijdens de halftime talk? Want ik zie wel een groot verschil. Inderdaad, je had dan al geswitcht van formatie tijdens de wedstrijd, mm -hmm. maar zoals je ziet dat Boniface bijvoorbeeld moet gaan dekken op Onjedika, is wel een heel groot verschil. dan... Bijvoorbeeld wij die met een platte twee aan het spelen. En zo ook een beetje druk willen gaan zitten met dat ja, man. Pas op, maar dat is wel standaard bij ons. Dat, wij, dat een van de twee toch die zes moet oppakken. Ja, en ja. oké, okay, nu uh, is dat nog, nog meer omdat je met een man, man minder staat. Maar dat zit er wel in dat wij als we in de medium blok spelen, dat we gewoon even mm -hmm. die zes kunnen oppakken. Dat hij niet zomaar kan, kan doordraaien. Um, maar dat was wel, inderdaad, wat Karel heeft gezegd. Uh, was gewoon puur motivatie. Uiteindelijk tactisch. Uh, tactisch uh, ja, we gewoon. Had ook een switch in de, in de, in de match uh, en zoals we zoals hij ook een beetje aanhaalde uh, net van we hebben die automatismes wel als we switchen naar uh, naar vier van achter bijvoorbeeld dus het is dus niet dat daar echt iets aan gewerkt moet worden maar het was gewoon vooral motivatie mensen terug doen geloven in die match uh, even pep talk, dat uh, ja iedereen iedereen moet gewoon op dezelfde lijn zitten iedereen moet geloven anders is het u en misschien voor jullie als spelers op het grootste verschil met karel geraard tegenover uh, met felicia met zo vorig jaar van stijl, van stijl als coach zijnde tot halftime talks of zelfs de tactische voorbereiding. Goh, Ik weet het niet. Ik, of ik is dat, dat een heel gelijkaardige. Ja, ik vind dat wel. En ik, ik, ik merk echt dat ze samen hebben gewerkt en dat ze, dat ze diezelfde visie en ook Karel is ook heel menselijk op het gebied van omgang met spelers. En uh, dat was, uh, was Villetje ook. En uh, Ook niet te ingewikkeld allemaal. Uiteindelijk, we hebben allemaal uh, we hebben ons plan en wij. We gaan ook altijd uit van onze eigen kwaliteiten, dus we willen ook niet elke match gaan, gaan switchen aan, mm -hmm. aan andere uh, tegenstanders. En hier en daar kunnen er kleine aanpassingen gebeuren, maar dat had Filietje bijvoorbeeld ook. Uh, dat, dat, die altijd, dat we ging, alle uitgingen van onze eigen sterktes. en um, nee, vooral, Ik merk vooral veel gelijkenissen ook op, uh, ja, op menselijk vlak. Uh, eigenlijk mm -hmm. alle aspecten buiten het voetbaltechnische gedeelte. Mogen we over iets praten? Kijk. Dat is een podcast. Sowieso. Ik heb drie Jupiler Pro League wedstrijden gezien, één Premier League wedstrijd dit weekend en een Bundesliga wedstrijd. En ik zeg u, denk het, denk het. De arbitrage in België is shit, Oké. Okay. <laughs> nee, maar niet. Ik. Ik... Ik, ik vind shit nu al veel gezegd. Nee. maar ik vind wel. Heb dat... je like, broer. Nou, maar shit, ik, vind, bro. ik vind, dit jaar vooral gewoon de VAR veel tijd nemen. Dat gevoel is, ay, ik weet niet of dat spelers dat gewoon nu ook hebben deze periode, maar ik heb zowel een paar wedstrijden van Antwerpen gezien als nu van uh, Club brugge union en, en vooral de penaltyfase bij Genk-Westerlo, denk ik ook. Ja, ja. Dat het gewoon al heel lang duurt tegenover dat een beslissing is genomen. En daar... hmm. Was er ook geen limiet op hoe lang dat beslissing zou moeten duren? Ja, denk ik denk internationaal moest dat maximum, maar. Dat weet ik niet. Maar hey, welke match was dat? Was dat dit weekend of zo? weekend? ik denk dat Jullie dat ook lang duurden, Woensdag tegen Gent-Union. -Gent um... Dat weet ik niet meer. Oeh, of ben ik aan het mix, ik niks aan het mixen, ja. Geen weet ik wel dat het ja, de penalty is. Maar zelfs de, de beide penalty. penalty. Ah, met jullie toch met ook de Brugger tweede penalty. Bij ja, ja, die ja, ja. penaltyfase, dat, dat hij eigenlijk best lang moest kijken, vond ik. En dan met de beslissing komt dat penalty en rood is te vallen. Ja, buiten de baklin is. Ja, maar dat maar, vind het, ik persoonlijk. daar waarschijnlijk die cent. Die, 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 die. Maar vandaag ook bijvoorbeeld het doelpunt dat, dat hij daar scoort. Ja, maar ja, dat, zijn die, dan, maar, ja. Dat, dat duurt wel lang, want jij ja, moet het wel juist gaan zitten. Je moet ja, de juiste frame hebben, dus dat begrijp ik wel. Maar van het van. zijn inderdaad soms andere beslissingen dat gewoon veel te lang duren, of dat ze gewoon vaak de verkeerde beslissing maken. Überhaupt. Nee, want ik vind een rode kaart van Adina geen rode kaart. Je vindt dat het wel een ja, fout maar dat is, is. Dat is ja. hetzelfde als die van Tomori, want ik had het toen opgezocht. Is daarom dat ik het nog weet. Mm -hmm. uh, als je een, een duidelijke scoringsopportuniteit afneemt door iemand te trekken of duwen, kun je wel rood krijgen. Maar dan ik denk dat die bal daar doorketst hmm. bij, bij... Ik denk ook niet dat hij... Die... Hij moest die aannemen en trappen. En ik denk op die moment zo. zo ja, waarschijnlijk de, de bal gewoon een beetje achter zich. Ja, want hm. ik denk inderdaad... Ik denk, niet, ik denk dat die bal gewoon een beetje doorgeleid is en dat hij dan de bal gaat terug moeten halen. Ik wel, als ja. hij, en dan een één op een. Ja, Als hij hem niet raakt, denk ik inderdaad dat er ook geen doelpunt van uh, degene die hij in ja. hij haalt uh, dingen kunnen neerhaalt. Buchanan, denk ik. Ja. Uh, nee, Schoffels. Nee, nee, Buchanan. Ja, ik denk niet dat Buchanan nog... Die bal gaat trappen. Ik denk dat de, de, de volgende die kwam doorlopen, dat die dan ging trappen. Maar ja, dat hebben we gezien, dat die er niet zat. Dus het was een bizarre situatie. Maar, maar ik denk wel dat er momenten. Ik denk dat er zeker momenten zijn. wanneer dat ja, als er, als er vier, vijf, zes wedstrijden zijn. in de maand oktober waar er al heel veel discutabele dingen gebeuren. Dus dat bijvoorbeeld die eerste penalty die geen krijgt tegen Westerlo. waar dat Preciado geen penalty overtreding maakt voor mij. Ja, De penalty die Westerlo krijgt. Ja. ja, als je dan zo vijf, zes wedstrijden na elkaar hebt. dan zegt je al gemakkelijk van het niveau is, is, is slecht. Maar ik vind, ik vind eigenlijk algemeen niveau van arbitrage nee. in, in de jeugdreks is veel erger. Ja, ja, ja. ja maar... Ja, ja maar, ja. Ja, maar genre, daar, is, daar is het schrijnend. Ja, ja. maar daar... Dat... En ik heb niet het gevoel dat we, in, in, dat we op een schrijnend niveau zitten. Ik denk wel... Tuurlijk is het geen niveau dat in de topcompetities... In Hoe, de hoeveel midden. op tien? Het niveau nu in België? Ja. Laag, man. Wait, maar is een tien zijnde het beste dat België heeft gehad? Of is een tien ja, zijnde het beste dat België wat kan? Ik zo die tijden van de uh, Gimini en zo. Uh, dat was... Die, die deed de Champions league wedstrijden no? Ja, want we hebben geen in de, in de Champions League. Nee, die, die verdient dat sowieso niet, bro. Pak 6,5. Maar dus ze hebben wel nieuwe, ze nieuwe chaises aan het doorstromen. Ja, eh, wel. Maar, ja. Ja, ja, ik, maar heb... ik vond die van woensdag bijvoorbeeld, die had ook zijn debuut gemaakt, die wijdt jaren niet maar ik vond hem ook niet. Ja, nee we Je ik... moet die gasten in tijd geven, dat denk ik. Ja, hetzelfde ja, als mijn voetballers voor mij. Ik denk dat... Natuurlijk. Maar ik heb vaak gewoon dat die geen feeling hebben met de wedstrijd. Zeker die van, die van bij jullie, ja. Maar. Ik... maar... Is dat dan door de schets of is dat gewoon de regels die nu zo fucked op zijn? Nee, dat is de schets, maar jij ja, beslist toch? Nee, maar, ah, ja, je, maar, moet ja, maar je, moet, je moet de regels volgen. Nee, nee, tuurlijk, tuurlijk, ja. Bijvoorbeeld nu met die fase met Adinga, zoals je ziet, Jules zegt inderdaad van. De, ja, regel, de, de regels, regels vals, zegt gewoon, je moet daar rood geven. Ja, voor mij dus, is de regel vals. Ik weet niet, want bijvoorbeeld als de schets daar geen rood geeft, dan zie je vaak in andere gevallen dat hij die, die degraderen of schorsen of, of een boete krijgen of ik weet niet wat. Dus. Ik vind het soms moeilijk, want ik heb bijvoorbeeld vorige week bij Manchester United gezien tegen Newcastle krijgen we geen penalty. En de week daarna zit die scheidsrechter wel in de championship te fluiten. Dus ja, volgens het boekje geeft hij dan geen fout. Volgens zijn eigen voeling geeft hij dan geen fout, maar de week daarna wordt hij wel geschorst. Dus ik ga ook scheidsrechter ook volgende keer zeggen, ja in mijn ogen is misschien geen fout, maar volgens de regels wel, dus ik ga hem geven. Maar ik ga eerlijk zijn, ik kijk naar het Italiaans voetbal. Bij Fiorentina Inter is er nu ook weer een scheidsrechter geschorst. Bij Milan Roma was er één. Um, er zijn veel stoppers in Italië, waardoor het echt fout loopt. Dus ik heb wel zoiets van het is beter dan voor A, waar eigenlijk al een veel professionele competitie is qua dus en qua aanstellingen en alles. Dus op dat vlak denk ik niet. Ja, natuurlijk kan het niveau beter. Hè. Daar, daar ga ik niet over zeven. Maar het is niet, voor mij is het niet schijnend. Ik, ik weet niet, man. Ik krijg niet zoveel product, maar de beste, dan wist ik dat ik kijk, denk ik van het kan wel beter zijn. Maar ik heb ook gewoon momenten waar dat de scheitsrichters het goed doen. En uh... Volgens de perceptie, dan hij slecht heeft gefloten. Maar dat is dan gewoon weer ja, onpartijdig zijn en, en eerlijk kunnen zijn over een prestatie van een scheidsrechter. Want vaak kan een scheidsrichter een toppestrijd fluiten, bijvoorbeeld in, het, in, in jullie wedstrijd, maar ja. omdat jullie dan de wedstrijd verliezen gaan en zeggen: Ja, scheids was niet goed. Daar ja. moeten we gewoon ook eerlijk over zijn en dat doen coaches ook vaak. Bijvoorbeeld nu uh, de situatie met uh, het Sultan was tegen Ander ligt en Drijk uh, zich tegen. Um, je zit op de tv van, ja, dat is voor mij geen rode kabel, bla, bla, Maar dan kijk je wel zelf die beelden en dan kan ik het wel toegeven. Wow. Maar vaak op het moment zelf zeggen heel veel coaches en spelers, en ze hebben de beelden niet gezien, ah ja, de dus jij het heeft de verkeerde beslissing gemaakt. En dan kijk je terug, ah, het was toch fout. Mm -hmm. Maar hoe dat jij nu een statement maakt op tv, is veel harder dan je op Instagram een kleine po post plaatst met, met de zeggen sorry Fabio Silva. Ja, uh, ik denk ook. Het uh, is... Het, het, het is ook een rotjob om te doen, want je kunt alleen maar op een negatieve manier opvallen. Heb ik, heb ik de Hoe kunnen we dat niveau verhogen? Zeg het aan Andy. Dat je gewoon normaal doet? Nee. Volgende, topic, alsjeblieft. Nee, nee, maar kijk, er was één schijf dat ik goed vond, en dat was die van... Uh, Marco Simoni. Sowieso. Maar nee, die van de wedstrijd van uh, Gink uh, Nee, Antwerp-Genk vandaag. Van vandaag? Ja. Komt ik niet vond niet. dat hij de wedstrijd wel aanvoelde. Echt waar. Ja? En dat is gewoon door, bepa door bepaalde fases. Uh, ik heb we... er vandaag al mijn transities, hè? doe maar. Ja? Nee, maar in de fase van. Uh, de, met, uh, ik denk dat het met Castro was. Dat uh, Castro had een gele kaart. En hij had dan een weer een fout gemaakt. Maar ja, hij, liet ja, ja. Dat, hij liet dat zo voortspelen. En zo, juist daarnaast. Ik zei: kijk, ik heb al gewaarschuwd. Pas op. En het volgende keer: ik heb geen medelijden met u. Dus zo, iemand die gewoon communiceert, dat is top. En zegt dat, het is niet enkel voor gek, maar ook tegen, tegen de antruffspeler. Ja. Ik heb zoiets met zon, man, alles. Die is constant in contact met de spelers en die zegt toch gewoon van hé, deze niet, maar volgens het boekje is dat zo, zo, zo. Maar geen scheidsrechter, jij ja, geeft rood, geen uitleg, ja, niemand met je praat, ja, dat gaat niet. Ik heb één ja. vraagje, want jij bent op de hat van scheidsrechters. Kan je in Europa één goede scheidsrechter opnoemen? Uh, Fong Zolo. Ah, zo wow, die denk. man is al zes jaar gestopt, alsjeblieft. <laughs> <laughs> alsjeblieft. <laughs> <laughs> Boah, um, Antwerpen tegen Genk. Genk, daar wint met uh, 3-1 op... Uh, Antwerp, 1-3, sorry, op Antwerp. Uh, een vroeg doelpunt van. Nee, wacht ik even. Hoeveel ging die opzetten? Ja, ging dat je scoorde? Ja. Hmm? ja. Ging scoorde. Wat scoor kwam toen voor. Uh -huh. Ja, Heine of Oli? En dan was het. Ja, oké, okay, dat was het. Ik ja, kon het even niet meer plaatsen, man. Oh, Komt uh, nu. Heine scoort een doelpunt. Een, een, ja, die omhaalachtig ding. Dus oh. we maken de 2-0 uh, via. Ach, mojo. ik heb een black-out. En wat je gekeken Ja, ik heb gekeken, maar ik heb mijn tekst niet erdoor gemaakt. Dus ja, man, dat is helemaal door elkaar aan. Ik weet wel het doelpunt van, van, van Antwerp heel goed, want ik weet dat Mark uh, de, de bal te ver indraait, balverlies. ja. dan komen ze in de 16. Hij had, had te veel confiance om daar ja, recuperatie... een recuperatie had te maken. Hij was op hype een beetje bezig. En dan vond ik wel persoonlijk dat van de daar iets beter kon doen. Dat hij daar die bal iets meer mocht klimmen. In die één op één situatie. Maar ik denk van ja, dat is een beetje bang zijn om je hand te blesseren, denk ik. Maar ik denk omdat er weinig communicatie was of zo tussen. Uh, wie liep mee? Arteaga, denk ik. Asiaga, ja. uh, want ik denk dat Van der Voort zich wat inhoudt voor niet Arteaga mee te pakken of zo. En dat ik weet niet. Normaal moet je daar gewoon als keeper daar moet je alles toch mee pakken. Al twee, ja, ja. En die hield zich zo wat in precies om ja, ja, misschien om zich niet te blesseren. Dat je eigenlijk wel he? goed afgewerkt, hè nog? Van, uh, van, uh, Janssen. Van Janssen. Ja, en zo is spitsen of niet? Goed afgewerkt. Goed afgewerkt, goed binnengetrapt. Het was een leeg doel. Nee, nee, maar hij, hij moet in de draai schieten en hij wacht toch nog een, een momentje dat Artiaga. Zo, dat was goed afgewerkt. Hm? Ah, ik vond dat wel slim gedaan. Ja, als doelpunt is het toch goed getrapt. Ja, sowieso.

Jean, dat was zo... van jullie wauw gaan zeggen. Nee, niet wauw. Broer, maar dat vanaf ik zei van de voor die bal missen zeg. Dat is geen wauw, maar het is gewoon. Dus jij ging niet met die rolstoel stond er of wat? Ja! Broer, ja? ja, ik ging die bal ermee inrollen, man, tak Nee, je bent goed bezig, hè? Nee, hij is goed bezig. Hij is nog eventjes, man. Hij is goed bezig, hij is goed bezig. Nee, het was wel denk ik een statement beset van Genk. Omdat zij wel tegen Antwerpen die meetitel kandidaat is, hebben laten zien, dan hebben ze een niveau hoger, zeker technisch. Uh, en dan zag je wel heel groot, heel groot het contrast tussen het beide ploegen, ja, waar Antwerpen het soms moeilijker heeft in het uitvoeren, maar dat dat bij Genk gewoon ja, tweede natuur is. Mm. En, en als je ziet de technische kwaliteiten, ze hebben bij mij... Een, een trezor, een canoes. Ja, canoes ga ik niet elke week opnoemen, want je, je weet je bent hardbrood, c'est bon. Maar ja, het zijn wel die die waarvan je ziet dat ja, het niveau is gewoon veel hoger. Daar. assists, Mike Trezor. Ja, man. Vorig jaar kreeg hij wel alle. Nou, uh, shit, ik heb geen veel gezegd, maar ik kreeg die heel veel de kritiek dat er geen statistieken waren. Maar het zit nu al waar. Wow. Maar het vorig jaar ook veel Nu doenpunt, 10, hè? 11. Tien, in, in begin was hij nog drie In begin hij veel assisten. ja, het, het is. hij ja, was toe... toen, goed begonnen en dan viel het qua statistieken een beetje stil. Ja, ja. Maar nu, als je ziet wat hij is aan het liggen, als hij die, deze lijn kan voorttrekken, is, is hij hey. weg denk ik. Hè. Gaan we even praten over die Instagram-post van uh, Eleven Sports of zo denk ik. Oh, nee, plaatje. Over, over het resort? Wat? kijken. Ik denk Eleven Sports of Pro League of zo. Ik weet het niet. Is het iets negatiefs of positiefs? Uh, ik vond wel. Uh... Ik vond het grappig, speciaal. Ja? Leven sports een ah, Dat is speciaal, ja, ja. dat is zeker niets positiefs. <laughs> maar <laughs> dat iemand zit hier gewoon speciaal, bro. Deze? Ja, ja man. Wat staat op. Ja, uh, ik weet het niet, Kellogg's. Ik vond wel. Ik het wel gewaagd. Ik vond het wel, wel gewacht. Hoezo? Oh. Ja, waarom? Ik vind niet zo Kellogg's-trezor. Nee, ik snap ik het wel. Denk, he, ik maar denk maar dat hij die mop al. Uh, vaak vaak hierop. Ja, 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 dat is wel een ze nog aan de liggen, denk ik. Hm? Dat is een Edit dat Freddy nog gaat liggen. <laughs> nee, Freddy weet van p sportsman. Maar weet je wat merkelijk was? Wel? In de wedstrijd heeft drie keer gescoord toen ze eigenlijk op dat moment juist niet dominant waren. Of ja. juist niet echt. Uh... Want ik vond Antwerp ook wel redelijk goed starten. Ja, ja dat wel. Ik vond Antwerp zeker goed spelen. Maar Antwerp ging is altijd, ik had het even opgezocht, want dat is altijd een wedstrijd met veel doelpunten. Ik denk dat de laatste zes, zeven onderlinge duels was het toch soms 4-2, 3-2, 2-2 en zo. Dus het zijn altijd wel, wel vrij open wedstrijden. En een van de leukere wedstrijden, denk ik ook, om te zien in, in de Pro League op dit moment. Maar uh, ik, vond, ik vond bijvoorbeeld Yusuf vond ik echt een goede wedstrijd spelen. En die What? vond ik tegen. Ik vond die tegen nee, dat was niet tegen standaard, want tegen standaard was er eigenlijk niemand echt goed. Maar die had uh, drie dagen ervoor. Ik was nog naar de match gaan kijken, tegen wie ze gespeeld had. Ik weet het zelfs niet meer. Kijken, nee. Maar had, uh, zag ik hem ook een goede match spelen. En die stond eigenlijk een beetje vaak alleen op het middenveld, want ze spelen zo mee. De laat, Alder waar Pacho, als ja, degene die de eerste bal gaan geven. En dan is het meestal ja, Stings of Janssen of um, Balycucia of Linksback Sammy Vines gaan zoeken, die hem dan afleggen op Yusuf. En die kreeg altijd vrij veel ruimte. Dus dat was misschien tactisch, het enige wat ik vond dat Ging beter had kunnen doen, dat zij dat ja, iemand op Yusuf echt hadden moeten zetten. Want het was zo vaak zo: de pas aan de verdediging naar Yusuf blokkeren, maar, Yusuf. Maar vaak als hij een linie overslagen kwam hij er altijd aan en dan kon hij beginnen lopen en die gast heeft, heeft, een beetje wat ik met Raskij heb, ik, ik vind Raskij misschien nog voetballend iets beter, maar die heeft ook een motor om u tegen te zeggen. Mm -hmm. Maar Youssef ook, die pleeskilometers afleggen, die wordt altijd vergeleken met Kante, niet alleen omdat hij erop lijkt, maar ook omdat zijn speelstijl er echt enorm op lijkt. Enorm veel recuperaties, ik denk dat hij altijd de meeste kilometers aflegt. ik ben er echt van van man. Was het tegen Oostende? Uh, ja, het was twee, drie dagen geleden, ik was gaan kijken naar Antus. Ja, het was tegen ja, dus ja, ja, ja. Die wedstrijd was vond ik hem ook. Uh... Ik, heb, ik heb een vraag ja. voor jullie: uh, omdat we nu Antwerp dit jaar denk ik twee moeilijke wedstrijden hebben zien verliezen. Zijn ze dan een beetje te licht bevonden voor de top 4? Omdat ze tegen directe tegenstanders wel moeite hebben dit jaar. Nee, honeymoon periode is voorbij, bro. nu realistisch. Er is niet... ik, allee, dat is wat ik denk het is nu weer veel terug realistisch. Dus, so... dus hoe plaats je dan of waar plaats je dan Antwerp in de top 4 nu? Want ik denk dat we allemaal nu op dit moment... Oh, drie. Is... Dus wie zit je dan? 1, 2, 3, 4? Ik zou nu zeggen. Union 1. Nee, 4 man. Dat ja, is snel geweest. Dat is nou geweest. Is nou geweest. Is nee, ik, zou... Maar... ik zou echt zeggen, als ik, als ik nu gewoon zou kijken. Ik zou Union boven Antwerpen zitten? Ze... Genk Brugge, Antwerpen, Union. Ja? Ik heb nu. Genk Brugge en ik denk. Jullie hebben niet tegen Antwerpen gespeeld? Nog niet dit seizoen? Ja, ja, in Antwerpen. Ja. Verlogen toch? No. 2-0. Nee man. Um, Meer nog. 4-1 denk ik. Of zo. Ja, 4-2 was het. 4-2. Oké, okay, dan zit ik Antwerpen, Union. Ja, dus 2-0. Je bent dom. Maar um, ja, ik denk eigenlijk dat die top 4 voor dit seizoen, tenzij dat er grote verrassingen of vormdiepen zullen zijn of, of blessures, laten we hopen van niet, denk ik dat die vier ploegen voor de playoffs gaan moeten strijden. En dan heeft Antwerp zo'n beetje als de voorbije jaren bij op de playoff 1. Ze zijn altijd zo, de, de kleinste van de vier geweest. Ik je? merk dat ook wel. Zo, hoe denk ik toen ik vandaag naar Antwerp keek, dan kreeg ik flashbacks van vorig jaar. Ja, mm -hmm. maar ik, heb, ik, ik denk wel dat, allee, ja, het is ook de eerste keer voor Van Bommel dat hij de playoffs gaat spelen. Dus het zou het is altijd aanpassen, want het is ja, een heel andere competitie dan je reguliere competitie. Dus, ja. Ja, maar ik denk ook nu deze periode was belangrijk, maar ik heb het gevoel na, de, na het WK. Wie dan echt niveau kan halen, gaat, gaat echt ja. een groot impact hebben denk ik, op de competitie. Ik denk dat, dat ja, nu oké. Okay, hoe meer punt je pakt nu, is goed. Uh, je, je bent stabiel. Maar ik denk pas uh, ja, zo ploegen als misschien Antwerpen en zo, als die, uh, dat niveau en Genk als die dat niveau kunnen halen na, die, na, die, alle, na de winterstop, zou ik maar zeggen. Ja, Oké, okay, dan, dan, dan gaan ze sowieso bij playoff uh, 1 zitten. Maar ik, niet, ik denk dat dat misschien wel een grote impact gaat hebben op uh, de rest van de competitie. Zo ja, op ja. De WK. Is het dan een zaak van ja, wie dat de minste speels afgeeft voor het WK gaat een betere periode meemaken dan na het WK? Of is het meer een zaak ja. van ja, wie dat de beste voorbereiding heeft naar het ja, nieuwe start toe? Ja, gaat het dan trans, trans 4, trans uh, ook. Ja, als, als ge... Ik weet niet of er veel spelers van die vier clubs naar, naar het WK zullen gaan, maar ik denk niet dat er veel spelers. Zijn. Zeg maar tot een kwartfinale of zo, of heel veel minuten zullen gaan spelen. Misschien, misschien iemand ja, voor de Belgische ploeg, maar dat zullen er ook niet enorm veel zijn. Het zal een oudere wereld in zo, of ketongen ja, bij anderen liggen, maar dan hebben we het eigenlijk al niet meer. Dat is play-off 2, Maar uh, ja, dan, er, zijn, er zijn denk ik niet veel die, die naar een WK gaan gaan. Maar hebben jullie al een planning voor wat er tijdens het WK gaat gebeuren? Met... Jij komt uh, bij ons als analyse spelen. Tactische also? minuutjes maken? <laughs> ja. <laughs> is Allee. er al een planning? Dus ja, ja. ja. Dat is goed. Okay. Hij ah, was hier laat in is er al een planning? Is er al een planning voor tijdens het WK? Ja, er is een planning. Ik weet wel niet precies hoe en wat. Maar uh, we hebben wel een periode vrij, twee weken denk ik. Mm -hmm. uh, en dan gaan we daarna volgens mij beginnen met trainen. gaan we nog op stage. En dan, naar? Uh, denk terug waar, uh, waar we vorig jaar in Spanje zaten. Spanje. Ja, de naam. Gaan ik naar, naar de La mee. Finca. Ja, lavinka, daar gaan we erin. Ah, oh, bro, magnifiek ja, ja. hotel of niet? Ja, ja, ja. die kamer. Wie weet je hè? Oh. <laughs> dat ik daar mijn antwoord was. Oh, je zeggen hoe die kamer? Die kamer is magnifiek, dat zijn grote mooie kamers. Oké. Okay. Ah, oh, ja, ik ben een beetje. Waarom heb je een grote kamer nodig als je alleen bent? Wat? <laughs> <laughs> maar alle kamers zijn groot. Ja, snap je? je hebt alleen maar kleine clubs gespeeld. Dat is, is niet waar. Ik heb een grote club wat aan te dat is niet waar. Hoe groot was jouw hotelkamer? <laughs> dat gestopt, dus... genoeg voor dat Grot Ik had ook een vraagje voor, uh, ja, voor jullie allemaal eigenlijk. Um, we krijgen nu Genk dit jaar, uh, heel dominant in de, in de ProLeague. Zou dit Genk hetzelfde parcours kunnen afleggen als Union of Brugge in Europa? Dus als we Genk van, van vandaag pakken. Ik denk van wel. Ik denk dat dat wel een ploeg is die genoeg kwaliteit heeft. En zeker, ja, ik noem het altijd een beetje een wandelende cheatcode met Onoachel, want daarop verdediging is, ja, dat is een hel. Die gast is 2 meter en 3 of 2 meter en 4. Mm. Dus je kunt daar gewoon al lange bal op gaan gooien. We zien het vandaag ook weer in, ja, op een kopbal op, op Assistant Trezor. Ja, je kunt daar op elk niveau, kunt je, kunt je die wel inzetten of gebruiken op een bepaalde manier. Net zoals dat je met enorm snelle spelers hebt, dat je die altijd kunt gaan gebruiken in omschakelingen. Dus, ik denk wel dat, dat dit genk als ze deze ploeg bijeen kunnen houden in volgend jaar Europees speelt dat die ja, hopelijk een gelijkaardig parcours kunnen afleggen als, als Union ga ik dan zeggen. Want wat Brugge dit seizoen doet, denk ik niet dat we een andere ploeg in België momenteel kunnen zien doen. Maar ik, ja, laten we het hopen, nee, he, in functie van de coefficiënt. Ik denk als genk dit jaar Europees speelt, dat ze het niet hetzelfde parcours kunnen afleggen als een genk, als een Union of een Brugge omdat, je, zoals je zei daarvoor, jullie kernen zijn iets dieper. Ik denk dat je dit, dit jaar ook een beetje merkt dat die kern van Gink ja. diep is. Maar ik denk ook om de speelstijl. Man. Ik denk dat jullie speelstijl en ook van Club Brugge dat dat iets meer gaat aanslaan bij Europese wedstrijden dan. Is iets directer ook, Want Genk gaat dit jaar vanuit van we zijn technisch de beste ploegen, weet ik, iedereen weg. Maar ik denk als je op Europees vlak komt en je maakt de ervatten dat ze bijvoorbeeld vandaag maken en de weken ervoor. Want ze zijn inderdaad technisch heel goed, maar je ziet wel vaak mijn ik denk dat je dat bij Union iets minder hebt en bij Club Uge nog minder hebt. En ik denk daarom dat Genk, als je dit jaar Europees speelt, dat ze niet hetzelfde parcours afleggen als de twee ploegen die nu in Europa het heel goed doen. En dat ze ook iets lager gaan staan in die competitie. Want ja. hoe dat jullie dat hebben opgevangen in Brugge vind ik wel chapeau. Maar wie weet hebben ze, als ze vorig jaar kwalificeren voor Europees, ja, jullie ja, hebben dat ook gewoon ingekocht in functie van, je weet, je speelt Europees en competitie, dus je moet er ja. weer een keer mee ja, hebben. Dus, je weet niet, ja, hun zijn ze ook kwijt en dan... dan uh, is een Bongodai is vertrokken, een Ito is vertrokken. Dus misschien als zij Champions League spelen voor dit jaar, dat zij die guys wel kunnen houden. En dan ja, zijn de gasten die het nu zo goed met een paint sale, een Canoes, een Trezor zijn, dan misschien de invallers. Dus dan kunnen die dat misschien toch wel opbrengen in, in competitiewedstrijden wanneer dat ze moeten roteren. Dus ja, is... ik denk deze keer inderdaad niet. Maar ik denk wel dat als die Europees voetbal halen, wat ik wel verwacht eigenlijk van de, de twee beste ploegen op dit moment in België, Club Brugge en Genk, die zullen dat. Je zullen dat wel kunnen, denk ik. Eén in Champions League en één uh, in Europa League. Je hebt die antwoord niet gegeven. Top 4. Hoe zie je die verlopen? Op dit moment. Hmm. Je ja, zei: Union 1. Dat weten we altijd, Dan ja, Mag je niks anders zeggen? Ja, ja, ja. Anders Ferreo, gaat de pers. Ja, ik ostende cirkel Ja, nee. Nee, 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 nee. Wil je nee, onze topnaster pissen? Nee, dat is je goed. Hij moet zo antwoorden, man. ik wil een andere top 5 aan nu vragen, maar nu moet je eerlijk antwoorden. Een andere top 5. Ja, nee, nee. Maar van 1 tot 5 de beste spits in België. Maar ik denk dat hij mag zeggen, bro. In België? Ja. In de pro mijn persoonlijke mening. Ja. Mocht u zelf erbij zitten. Aspitten ah, bij Nee, nee. Ik mm -hmm. nee, nee, moet er zelf erbij zitten. Hmm. Geef me een paar minuutjes goed. Dan pakken ja. de volgende vraag en dan kom Oké, okay. moet Brian ja. hennem aan twee kaarten? <laughs> nee. Het is een heel goed seizoen. Voor mij niet. Nee? Nee? Hij heeft er vanaf wie wegvalt. Door, allez, door een bepaalde blessure, of zo. Daar, daar denk ik wel aan. Hij, hij is zo mijn eerste alternatief zijn als een centraal middenveld als een Thielmans weggaat bijvoorbeeld. Sta je boven de pikorde? Sta je boven Onana in de pikorde? Nee. Ja, maar Onana is voor mij er zit er sowieso al in. Ja, wat ik bedoel. Ja, maar je hebt Thielmans, Witsel, Onana. Nee, okay. ik bedoel, want dus die drie er al zijn. hier genoeg middenvelders hè? Wie heb je nog? Als je de bruine bij daar rijdt, ja, je erbij telt. Hoeveel? Ik had er vijf mee. Nee, nee, dat weet ik, maar ik ja. bedoel, van de middenvelder zijn je meeneemt. Inderdaad, je pakt er misschien vijf mee. Je hebt er ik, nu denk, al ik denk dat een Donker ook mee gaat, omdat hij de laatste wedstrijden in de Nations League ook altijd mee was. Maar die als heeft... middenvelder of centraal centrale verdeer. Ja, maar die kan, die kan als beide als ze goed hebben gezien. Ja, maar in welke slotje zit je? Ja, maar kijk, als jij moet kiezen tussen. Um, je hebt bijvoorbeeld nog één plek over en je hebt ja. de keuze tussen een Wout Vaas en een Donker. En een heine, de dan denk ik, dat denk ik dat ja. je als bondscoach best een donker pakt omdat hij de twee kan. Al twee kan, ja. Okay. En je weet dat hij. Maar dat is een vraag. is met het systeem. Nee, dus. neem je die mee. Jij zegt nou sowieso nee. Maar we kunnen binnenkort een episode doen waar dat we 26 of 23 maken. Dus, dus het gaat heel moeilijk zijn, hè? Ja. 26. Ja. Hoeveel... Uh, heeft hij al een preselectie aangekondigd? Of hoeveel spullen hij gaat meenemen? Want we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld een Southgate en uh, een van gaal spullen heb ik geselecteerd. Ik snap niet hoe ze dat gaan doen, hè? Ik mag contractueel niks zeggen. Dan. <laughs> 55 man is wel absurd veel. Hè? 55? Ja. ja. Voorstel selectie. zie, hè? Maar wat, ik, wat ik heb gehoord, Spanje bijvoorbeeld, die pakken maar 23 man mee. Ja, maar je mocht maar nee, je mocht 6 niet meer meenemen deze maar week. Die, die coach wil dat niet of zoiets. Omdat er anders uh, negativiteit in de groep. ontstaat. Ja ja, ja, ja. Hij heeft dat de volgende ook al denk ik gedaan. Ja, de... Of een extra keeper meegenomen of zoiets. Ik vind dat is raar, man. We 55 man wel absurd veel. Ik zou kamers betalen en zo, ik moet elke keer ontbijt betalen voor die drie gasten die niks doen. Zijn wat ja. heb jij vandaag met ontbijt, man? <laughs> Nee, maar een lange avond zit. als je zo'n Julia bijvoorbeeld nu hebt, dat, is, dat gaat toch geen jongen zijn die op het WK uh, bordel gaat maken omdat hij niet speelt. Maar dat is wel een mooie ervaring voor hem om, bij, om er mee, mee te pakken. Maar zou jij dat op die manier mee willen gaan naar een WK? Zeg je, ja. Op, op deze dezelfde zet, manier als je Turkije? Ja, natuurlijk. Ja, en uiteindelijk weet je nooit wat er kan gebeuren. Hè? Mm -hmm. Dus ik zou, ik zou sowieso op een WK, zelfs als ik ballenrapper ben uh, of uh, materaalman. Maar hebben we niet als gezien zaken bij de Nationale Ploeg? Ik weet niet of dat het België was. Maar... Dinda Rabioba zei ooit dat hij zei dat hij voor Frankrijk. Ja, dat hij zei dus niet... ik ga alleen mee als ik speel. Ja. Ja, mm. Niet mm. Mm. Maar je dus... hebt bijvoorbeeld de Mancini. Je hangt er ook vanaf wie je bonscoach is. Want Mancini zei op het EK ook gewoon in de laatste match: start met je tweede keeper. Zelfs je derde keeper mocht nog invallen. Dus ja. het van van hij heeft dat zelf meegemaakt natuurlijk. Dat hij als speler zonder minuut op het WK zat. En hij heeft zoiets gehad van: mijn 23, als het kan, laat ik iedereen mm -hmm. sowieso een keer minuten maken. Dus ja, hangt er vanaf wat dat je bondscoach wil. Hangt er ook vanaf. Ja, wie is je nummer 4, 5, 26? Want als dat drie personen zijn met bijvoorbeeld een moeilijk karakter, dan heb je misschien ook liever zoiets van: je pakt liever iemand mee waar je van een oudere gast, die misschien een prof is, die misschien op training alles beter gaat omkaderen. Misschien iemand die zelf naar de toekomst toe ook al zijn trainersdiploma wil halen. Haalt je die mee in die rol? Is het misschien gemakkelijker als bondscoach om te zeggen: dan pakt iemand mee en je zit, zoals Frankrijk, onder twee grote tornooien met ruzie in je ploeg. Het en ik hangt er vanaf ja. wie jouw bonskot is en wie jouw spelers zijn. Meter een clown meenemen toch? Voor de ambience. Voor de vroegsfeer, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Pak Choupapi mee? Choupapi in de vroegsfeer. Heb je trouwens je top 5 spitsen? nog? Ja, dan? ik kwam nog net vrij. Hè. Oh, wel ja, man. Van 1 tot 5 in Tieters. België. Nee, van 5 tot 1. Dan moet je een beetje spanning inhouden. Van 5 tot 1. Ja. ja Number 5 is. Ja, maar als je je uh... lijst hebt, is het niet moeilijk om daar nou even om te, <laughs> om te draaien, vriend. Ja, maar ik was nog niet echt uit met mijn laatste eigenlijk. Ah, okay. Hallo, je gaat van 4 tot 5? Ja? Nee, van 4 tot, van 4 tot 1. <laughs> Oké, okay, ik zal mij op 5 zetten, goed. Oké. Okay. Echt, yeah. uh, just. Ja, man, 5. En dan 4, vind ik. Um, ook qua vorm en zo. Ik denk misschien is dat de jongen die wel een van de meeste meest potentiële kwaliteiten heeft. Maar op dit moment zou ik Silva zetten, daar. Ehm. Mm um, dan op drie zou ik uh, on the watch zetten. Op twee op dit moment uh, Jansen, en op één, dus voor mij uh, Geen vrij. Nee, nee heeft gelijk, man. Nee, bro, we praten over hij is ik... de meest efficiënte. Hè, van, ja, van... Ja. Jij moet stop met die andere man <laughs> Ik vind vrij <laughs> al respect naar hem, echt. Ik denk persoonlijk graag in mijn ploeg. Maar ik heb zo ding dat hij wat zeker de laatste jaren, ook vorig jaar, zo'n beetje. Geluk had heeft bij momenten, weet je? Ja, ja, honderd procent zeker. Vind ik, maar los daar, allay, vooral met zijn goals en statistieken, maar ik denk wel een heel nuttige speler uh -huh. om in die ploeg te hebben, dat wel. Van daar rijdt je, wie zou jij het liefst, als je in een 3-5-2 speelt, als, twee, als spits naast je hebben? Oh, ja, dat is eerder Jans of On Watch of zo. Had ja. het wel die target-spits, hè? Ja, ik, toch wel. Uh -huh. Want ik denk zo, Jutla's, ja, Silva misschien ook nog wel, maar dat is ook wel iemand die overal loopt uh -huh. en dat is niet altijd goed voor mij omdat ja, ik heb ook mijn loopacties als hij net diep gaat lopen daar in die ruimte. Of, dus ik heb wel liever, liever iemand die misschien niet wat statischer is. Maar. Onwatschu uh, no en Van Zijr zou hard zijn, hè? Ik denk dat het niet gaat werken. Of als die ernaar, ik ga bellen, dan ging het fixen. Okay. Omdat ik denk dat, dat Onwatschu net iets te veel afhaakt. Zoals je zegt. Wat jij dan nodig hebt, denk ik. Maar pas, maar pas op Dennis Oendorf dit ook en bon Boniface komt ook. Ja, ik weet soms het, maar laag, ik denk, he? Ah, ik weet niet. Hmm. You, van dan dan Zou je het niet there. graag zien? Want de looplijn die hij hebt in, 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 in het eerste jaar, die je vaak mee, toen dat je met Oendaf speelde. Mm -hmm. Ik heb zoiets van: als je Onwachu iets hoger zit als zit, want Jeng staat toch altijd zo hoog. En hem daar rond of de loopacties laten maken. Het zou wel een ander systeem zijn dan Jeng nu speelt. Ik maar... Ja, maar nadenken, man. Onwachu wordt snel moe, man. Dat is het probleem, man. <laughs> ah, ik weet het niet, man. Bon, uh, we zijn bij de Wieswally van Andy Kisema. Zo hoor. Je zit just, maar je wint nooit. <laughs> De vorige keer heb je niet verloren. Ja, maar je hebt ook geen puntje <laughs> gepakt. Dank je. Jouw ploeg heeft één puntje gepakt, mijn ploeg heeft gewonnen dit weekend. Die ploeg heeft, staat dit in de, in de Champions League. We, en kunnen hoe... dat, we kunnen dat blijven doen. Jouw ploeg staat niet eens top vier in Engeland. Dat is niet waar. Kijk nu. Newcastle. Hmm. Ja, we wisten het te, oh, we oh, te goed. We wisten het te goed. Wat jouw buzzer? Oh, domme vraag. Ik weet niet wat is. Ik ben niet mee. Hij ah, moet nog uitleggen. Hè? Hij vorige je geen ah. ah, Dat wist hij niet. Nee, was er niet bij. Jij was er niet bij, denk ik. Jawel. Wat... Nee, ja, dat was een money time. Dat was, was money time. Ja. er is wel iets waar Andy gewoon tips geeft over uh, een bepaalde speler en wij moeten die raden. Maar je moet een buzzer kiezen. En je mocht maar één keer raden. Dus je mag niet te vroeg zijn. En ja, je moet een buzzer kiezen. Wat ja. moet die buzzer? Precies. Jouw ja. een, een of een ja. geluid. Jouw geluid. Wat jou is, is jouw jou Chupapi. Ah, oké. Okay. Ah, om, om ja. antwoord te geven. is mij. Jij? Nee, jij. Ja. <laughs> uh, Graciella. Oh my god, hij gaat verder, Piet. <laughs> snel, 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 snel. snel. Uh, ja, ik zal gewoon Dante zeggen. M McDante. 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 Dat was. Oké, okay. speelde speel nummer één. Het is terug met de tips. tip 1. Mocht maar één keer raden. <laughs> zijn, bijnaam was, zijn bijnaam, sorry, was Utility Player. Hij heeft gespeeld met spelers als Thierry-Henry, Pirlo, Kouyate. Als laatste type. Zijn beste vriend sinds 2013 is Adriano Galliani. Hij is geboren in Marseille op 6 december 1984, 1,78 meter. Zijn gehele jeugd heeft hij in Marseille gedaan en daar heeft hij in 2003 ook zijn eerste profcontract getekend. Na Amper 18 wedstrijden kon hij vertrekken naar het Grote Arsenal. Daarbij heeft hij vier jaar gespeeld, van 2004 tot 2008, Graciella, Patrick Vieira. Nope. Fuck! Meter 78, broer. Ah, broer. Geen, ik ben nee, niet goed doen, deze dingen, man. Zo'n zo, Fransman. Hij heeft vier jaar voor Arsenal gespeeld tot hij is in echt. En dan verkoos hij om naar de lievelingsplug van Gilles te gaan. Mac, Mac, Mac Dante, met je familie. Ja. Jij bent echt... Ze <laughs> Wat de fuck bro? Wat kan 1, mij dit? 78 je Patrick Vieira. Wow. mij dit... Hoe groot is Vieira? Maar in plus, hij is toch altijd fout om zijn. Alsjeblieft. Viera is meter 90 niet, net. net Oude noem Ja toch? Ja. ja, ja, ja okay. En nu je een, een ex-ploegmat van, van Dante pakken. Nou, of... ja, dat kan gebeuren. Bij ik ik de weet de al hoe dat dit spel in of... is. Hij iemand van mijn ploeg die ik niet ken. Dan pakt hij een ex-ploegmat van Dante zijn. En dan pakt hij zo iemand die niemand kent. Coloccini Colocini of zo. Dat is elke keer hetzelfde. Doch niet is voor <laughs> altijd Jes, maar hij verliest altijd. Ik vind dat leuk omdat we dan stoppen met praten over voetballen. Was niet doen, next. Um, hij heeft in zijn carrière. Ah, eerste type hij heeft carrière 688 wedstrijden gespeeld ja. en daaruit, daarin 238 goals gescoord. Hij heeft tweede type. 2 twee EK's gewonnen, 1 WK 2 Champions Leagues en 2 Europa Leagues. En als derde type, hij is momenteel de coach van de U19 van Atletico Madrid. Geboren in... E? Medante, Fernando Torres. Ja. Gus, Kom, gooi de derde woon voor mijn ma fan, man. Dat is schandalig. dat je doet. die one al man. Nou, hij heeft nog niks heet. <laughs> heet. <laughs> heet wat zo gezegd. Hij is ons verdieping. Hij gezegd, hij al een minuut stil. Dit so uh. is voor mij, ik voel het. Last one. Deze is normaal makkelijk. Oké, okay, type 1. Pele zei face-to-face tegen hem. Je hebt een Braziliaanse flair. Je bent een goede speler. Je gaat heel veel doen in je carrière. Type 2. Heeft drie keer de Premier League gewonnen. McDonet Wayne Rooney. Nee. Oké, is Wie Ik weet toch niet. 3. Hij heeft in zijn carrière 14 vergrote blessures geëist ah, en tien cruciale operaties. Graciella, ja, Ronaldo. Oh. Nee. nee. Broer, als de Premier League. <laughs> Wat heeft Ronaldo Premier League gewonnen, bro? Nee, nee, nee. Nee, hij schoort. Nee, nee, hij scoort voor Wiesbadi, broer. Weet je hoe kater ik heb, bro? Hij <laughs> ah, is gerust, <laughs> man. Zwaarts, we gaan voort. <laughs> hij is geboren in Paddington uh, op 8 november 1981. Hij is een meter 75. Zijn gehele jeugd heeft hij maar in één ploeg gedaan, West Ham. Daarbij heeft hij ook in 1998 zijn eerste contract getekend. Ah, ik weet wie. Hij heeft er vijf jaar voor gespeeld en nadien heeft hij gekozen om naar Chelsea te gaan. Uh, hij heeft heel zijn carrière in West Ham gespeeld en daarna dan Chelsea. Jeugd, naar Chelsea. Gegaan. Jeugd, jeugd, jeugd. jeugd, 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 jeugd. jeugd, jeugd. Die koe heb ik lief hè? Sweet, In 2003 is hij dus naar Chelsea verkast. Hij heeft er zeven jaar lang ik gespeeld. Weet uh, en in 2010 <laughs> besloot hij, dus natuurlijk door de veel blessures, besloot hem naar Liverpool te gaan. Toen dat iets minder ging. Ah, jij ja, hij Frank Lampard, hè? Oké, doe verder. Oh broer, Daar heeft niet. hij drie jaar gespeeld. Ik weet wie. En uh, in die drie jaar werd hij wel uh, voor een jaartje uitgeleend aan Lille. En in 2013 heeft hij besloten om terug te gaan naar zijn jeugdploeg, uh, naar West Ham. Daar heeft hij een jaarje bij gespeeld. Natuurlijk door de blessures, door alles ging het niet vlot. Toen besloot hem, hij iets lager te gaan. Heeft hij twee jaar voor Aston Villa hmm. gespeeld. En dan is hij naar Tampa Bay Rowdies gegaan. En daarbij, 2018, heeft hij zijn carrière geëindigd. Ah, oh, damn. Hij heeft 56 caps en 10 doelpunten. Damn. je je een heel weekend niks goed doen: <coughs> <coughs> geen goals, geen antwoorden. Hij had, 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 had toch twee pre-assists of zoiets? Hij <laughs> <Dat was niet laughs> <weer. laughs> had toch een goed bot <laughs> gezet? Wie telt dan? We zouden nu Chelsea gaan halen omdat iemand heeft je doet bij een corner dus, jij kunt f, niks f, raden. Kijk, ik ben hier echt slecht met deze dingen. Kijk, extra typeje? Oh, ah, we mogen terug meedoen. Nou, niemand ging dat toch doen. Daar toch gewoon, man. Goeie, ja, gooi. Ja, extra extra -type. Misschien, misschien weet ik. Extra type. De extra type? Ja. ja. Extra -type. Niet zeggen hij is Engels, hè? Zijn achternaam? Hm? Zijn tweede naam is John. Ja, wauw. Wow. <laughs> Een Engelsman. Wat is deze voor hem? Hij heeft gespeeld bij West Ham. En daarna zijn hij gegaan naar Chelsea. Tot zijn tien. Ja. Liverpool. Liverpool. Terug West Ham. Waag, waag. En dan Tampa Bay. Jannie Kevin Nolan. Nope. Nee, dat weet ik niet, man. Ik weet wel, denk ik, wie maar. Ik ga de naam man. zeggen, ik ga nog niet weten wie het. Joe Cole. Ah ja, ah. ah ja, ah ja. Jawel, jawel. Weet die Joe John ja. Cole. Hoe groot zeg je dat hij was? Nee, nee, niet beginnen. Weet hij 75? 75. 70, ja. Nee, 50. Joe Cole is kleiner, denk ik. Joe Cole is kleiner dan mij. Dat is ook. Zoek. We gaan een zielse Toen we daar over akkoord kregen. Maar hij overdrijft. Nee, hij overdrijft. Hij overdrijft. Vanaf nu we gaan gewoon iemand feest in de pas. <laughs> Denk je dat ik dat erg vind? Ja? <laughs> Heb je al gevonden? Nee, voor het transformat is waar. Dus oké meter er... 76, trouwens. Oké, okay, wow. wow okay. Correctie. Ja? Bon, dit was. Uh... Nee, Annie, je mag toch de gitaar naar boven. Uh, Dante, oh, mag ja, nee, liedje... man. Ja, mag nee. je mag een nieuw liedje. Je hebt een nieuw liedje. Nee, nu staan jullie twee toch? Ah nee nee, dat is nieuw, dat is showwerk. <laughs> je hebt toch een liedje. Ik ben als gast mag ik toch een liedje niet met met Beetje inspraak. Een liedje met Thuma. Ken je die nog? Ik ken dat niet meer denk. Ah damn. Oké okay, Andy, dan bocht. mag jij de intro doen. Bocht. Weet je niet meer zijn? La drapeau. Ja. Yeah. Maar bon. we de dat liedje niet. Ik heb gewoon vijf gehoord. Voordat we de outro doen, dit was een Amersfoortbalshow. Ik was hier met mm. Brian Fass Duarte. Ik was hier met Gilles Labillons. Ik was hier mm. met McDante, Dante van Zijer. En de outro wordt verzorgd door een Andy Kisema. Andy, een mooie outro. Ook een mooie outro. Gooi gewoon iets. Wat wil jullie? Gooi mm. iets. Wat wil jullie? The do... time is ticking, bro. Doe Amélie. <laughs> stom. Tijde, Als jij dat doet ga ik het rappen. Low nee nee, jij moet, jij moet dat eerst, rappen. moet eerst trappen. Allez, jij Als jij gaat ik volgen, hey je? Dankjewel kijk. Kijk. voor het kijken naar de naamloze missie van, <laughs> van Sport. Ik was Jill, we waren hier vandaag met Dante Van Zaer, we waren hier met Brian Swarts Duarte en we waren hier met Andy ja. Sema. Doe alle dingen die Alex altijd zegt oh, op het oh, einde van uw video en oh, stop, morgen of overmorgen oh, ja. laat ik jullie kiezen wie mijn co-host wordt voor ons Tot de volgende keer. Ta Is ja voor een kun Je kunt Deze niet Ik onder een liedje je moet er nog Ik kan echt spelen, of. Spel ik moest dus er nog stemmen, van? echt hoor. Hij ja, moet eerst uh, de draadjes goed zetten. Nou, wat hartig dat je dat kunt doen op geluid, man. Veel mensen gebruiken toch zo die, die? Ja, dat zijn losers. Ja. <laughs> Anders was als ja. ik, was het zoals precies. Ik bedoel, dan bedoel. Vond dat beter? <laughs> <laughs> Dank u wel voor het kijken. Geen twijfel. Bed first. First and fast.